Hoe ga je om met tegenslag? Die tegenslag werd zo concreet dat ik vlak voor de marathon nog zo ziek werd... dat ik eigenlijk op de maandag van de vorige dag... Nou, starten is niet eens verstandig. Ja. Toch gedaan op een ander pace, een ander tempo. Omdat ik wilde er gewoon bij zijn. Ik wilde het meemaken. Ik wilde dat feest beleven. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik... Middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de mooiste verhalen en lessen uit de marathon van Rotterdam. Bij de Rotterdam Marathon van 2023 zou het gaan gebeuren. De allerbeste prestatie ooit. Misschien zelfs wel onder de drie uur. Hoe anders verliep de voorbereiding? Ziek, blessure en weer ziek. Een week van tevoren werd zelfs van start gaan onzeker. Waarom dan toch meelopen in deze marathon? En welke lessen en inzichten leverde dat dit keer op? En hoe kijkt Jurgen nu vooruit... Naar zijn mogelijk toekomstige deelname. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey Gerrit! Goedemorgen! Goedemorgen! Het is vrijdagochtend ja. als deze aflevering in de podcast Spelers verschijnt. Maar het is uh, dinsdagochtend, nu wij hier even aan het bakje koffie zitten voor de nabeschouwing. Ja. Op de mooiste. En jij zit gewoon, hè? Je ligt niet op bed. Ik zit of, gewoon, uh, ja, ik ben al thuis. Deken, dekentje over je, ik heb een klein dekentje over je uh, heen gedrapeerd. Je hoort het, een klein Folie. Uh, goudkleurig, zilvervolig uh, hitte ja, Dat is jouw souvenir uh, die je hebt. Ja, overhouden los, uh, aan zondag. Naast deze ja. dikke, mooie gouden plak, natuurlijk. Heet Hij is ook echt te zwaar om de nek. Kan ik dat hoorbaar maken? Nee, niet echt. Maar dit is, uh, dit is de, de zesde marathon-plak uh, inmiddels. In uitgelopen, mijn, uh, dus. Ja, uitgelopen. Nou, gefeliciteerd. Vink, goed gedaan. Ja, goed ja, gedaan. Vink. Ja. <laughs> ja. Hey, maar ik zie bij jou ook. een ja. feine, uh, Medaille stukje, om de nek. <laughs> stukje kleiner hè? en ja. zilver. Ja. Uh, en daar staat. Jij ja, was uh, ook in Rotterdam. 10,55 kilometer op. Ja, ik was erbij. Ik wou toch maar eens een beetje sfeer proeven. En ik denk, uh, nou, de mogelijkheid was er om uh, een, het laatste stuk, want dat is toch het zwaarste hoor ik altijd, hè, om dat alvast te verkennen. Oh, je hebt gewoon parcoursverkenning gedaan. Ja. Ja, ja, daar leuk. ging het uiteindelijk... Uh, nou, ik vond het reuze meevallen het laatste ja, keer. Ik rondje je Rondje Kralingse pas. Wat doen daar nog allemaal moeilijk Daar mensen altijd over. Van dan kom je even... Ja, geen supporters of noem maar op. Ik vond het wel lekker. Even wat, wat rustiger alhoewel. Nee, ik vond het niet heel rustig. Het was gewoon hartstikke druk in die... Ik zat in de laatste uh, uh, wave. Ja, van de, de laatste startgroep. Uh, ja, en... Uh, ja, ik, het was inderdaad slalommend. Door, uh, voor jou. I, voor mij wel, ja. Zelfs voor jou, ja. Dus ik kom me dat nog niet helemaal RPA? voor de. Hoe, hoe die ben je gegaan? Ik denk uiteindelijk, uh, ja, 7, 8 zo. 7, 8? Ja, maar heerlijk gelopen. 10,5 ja. 10, kilometer in. Net uh, boven de 50. 50,5, 50 mooi. Ja, mooi man. Ja. Leuk. Ja. ja, voor de mensen die misschien deze podcast net ontdekken, omdat je zelf ook in uh, Rotterdam hebt gelopen. Uh, Jurgen, jij bent onze wetenschapsjournalist. In deze aflevering weinig wetenschap. Uh, laten we even gaan. Het gaat uh, echt om de verhalen van de wedstrijd. Mm. En daar dan toch wel weer praktische les lessen en inzichten uit verzamelen. Dat hebben we met mij, de Middle East Man en Lycra, al een paar keer gedaan. Dus we dachten, hoe houden we deze aflevering nog fris? En dat zit er eigenlijk in het volgende. Voor mij is het thema van deze aflevering, en daar komen we nog uitgebreid op terug, denk ik wel. Dat ik het nog nooit zo samen heb gedaan. Ja. Ik, uh, waren, we zijn natuurlijk nu een lange tijd bezig met deze podcast. Mensen die vaker luisteren, weten we roepen altijd op: word vriend van de show. Dat is enerzijds een, nou, niet een verdienmodel, maar een soort kostenreductiemodel. Waardoor mensen zo vriendelijk zijn om ons een kopje koffie in de maand te geven. En daar horen voordelen bij. Bijvoorbeeld dat je toegang krijgt tot de Strava Club van Slimmer Presteren op Strava. En dat je 25% korting krijgt in de webshop, bijvoorbeeld op zo'n mooie hardloopshirt. Kun je op Strava zeggen: een evenement aanmaken. Rotterdam Marathon. En er gingen maar liefst 40 uh, vrienden van de show. Uit die Strava Club. Waarschijnlijk veel meer luisteraars. Maar 40 vrienden van de show gingen lopen. En dat was bij de City per City in Den Haag ook al zo. Was ook leuk. Hadden we een meetup van tevoren. Een mooie groepsfoto gemaakt. Maar wat ik daar miste was. In, in die Strava functie kun je elkaar niet zo goed vinden. Je kan niet zo goed berichtjes sturen. Kan technisch wel. Maar op je mobiel zie je dat niet. Dus ik dacht: weet je wat, een week van tevoren. Maak een WhatsApp-groepje. Ik kwam erachter. Ik, uh, volgens mij meldde ik me pas, denk ik, die vrijdag. Ja, vrijdag. Uh, toen was ik wel wat volpret door Waarschijnlijk. De en uh, toen dacht ik, hé, hey, dit, dit leeft of zo. Het dit leefde is toch, enorm. Dit is toch het was wel een ding. superleuk. Dus we waren ja. echt, in dit geval nu met de 30 vrienden van de show. Die gingen lopen. Uh, hadden we wat, uh, ik, ik had de WhatsApp-groep eigenlijk ook om de groepsfoto's snel te kunnen delen. Uh, maar daardoor... Ontstond daar ook een soort uh, vraag-en-antwoord ja. voorpret, grapjes, tips, tricks. Alles werd daar uitgewisseld. En dat gaf wel echt een... Uh... Ja, en dat begint dus de week van tevoren, dat is al duidelijk. Sowieso die vrijdag, want dan uh, gaan een hoop mensen al naar Rotterdam. Kwam ja. ik achter, ja. of las ik daar. Ja, op de expo hebben ja. we nog uh, wat mensen weten te ja. vinden via de WhatsApp-groep. En inderdaad, vragen als, hé, uh, hey, uh, moet ik nou mezelf gaan insmeren? En, uh, want die zaterdag was het best wel mooi weer. Ja, ja de Ja. ja, ja, ja. Ja, uh, ik zou het meer niet doen. En uh, kijk uit voor je ogen, noem maar op. Nou ja, uiteindelijk, daar komen we zo op. Uh, de weersverspelling was toch. Ja, weersverspelling werd doorgestuurd. Zeker. Inclusief gevoelstemperaturen en weet ik het ook allemaal. Ja. Wat gaan we aandoen? En uh, ja, nou ja, dan. Uh, ja, ik had toen zo, zoiets van. Nou. Ik weet niet of ik dat allemaal zou willen. Nee. Als ik mee dit, zou doen. Dit was het uh, vrijwillig. Hè? Ja, mensen die er niet <laughs> van houden. Er waren ook vrienden van de show ja. of vriendinnen van de show die meeliepen. Die niet in de WhatsApp groep zaten. Ja, nou, dat kan ook. Nou, vooral en de zondagochtend al. Hè? Ik, uh, ik was redelijk vroeg op, maar ik zag daar al de eerste meldingen van. Nou, uh, lekker slapen en uh, we zien elkaar straks. Of we hebben ja. er zin in. Ik en, weet ook niet uh, ja. hoe schaalbaar dit is. Ja. Hè? Dit was leuk met uh, kleine 30 mensen. Als dit er 300 ja, ja. worden, dan gaat dat natuurlijk ook niet. Maar dat zoeken we in de toekomst wel uit. Wat ik, wat, waarom dat voor mij wel echt eruit blijft klijven is natuurlijk omdat uh, mijn oorspronkelijke doel ja. een zo goed mogelijke prestatie neerzetten, een PR lopen, ja dat uh, kon uh, wel op de helling. Um, het was een voorbereiding die enerzijds waarin ik mijn agenda heb vrijgemaakt, mijn werk aan de kant, nou werk niet, ja, nou omstandigheden gecreëerd waardoor ik echt heel veel ja. kon trainen. Op papier zes keer in de week ging werd dit perfect. Ja. ja, ik ging er ja. alles aan doen. Ja, nou ja, uh, uh, dat, uh, ja, dat was niet zo. Dus ik, ik kreeg al wel door dat deze, het thema van deze marathon... en misschien wel van deze uitzending was ook... hoe ga je om met tegenslag? Die tegenslag werd zo concreet dat ik vlak voor de marathon nog zo ziek werd... dat ik eigenlijk op de maandag van de vorige dag... nou, starten is niet eens verstandig. Ja. Toch gedaan, op een ander pace, ander tempo... omdat ik wilde er gewoon bij zijn. Ik wilde het meemaken, ik wilde dat feest beleven. Ja, ik was wel verrast, want... Uh... Wij zagen elkaar natuurlijk ook nog eens een keertje en, uh, maar op strava vond ik maar niks van je. Nee. Ik denk hè, die is wel. Uh, het is wel heel te goed. Teperen, teperen, teperen bij Gerrit is gewoon helemaal niks doen. De, uh, de beentjes omhoog en uh, totdat de aap uit de mouw kwam. Ja, jij was Weerziek. gewoon ja gewoon ziek. Lees ik. Wat uh, is maar? Nou ja, dusdanig ziek dat je eigenlijk gewoon uh, aangaf van ja nee, ik voel nee, ik ben niet fit dit, nee. uh, en uh, en twijfel twijfel van ja, hoe lang houdt dit nog aan? kan ik wel, kan ik niet, uh, ja. nou ja, en die beslissing uiteindelijk vrijdag nam je hem en op, ja, ja. Op, hoe ging nee. dat? ben nou, wel benieuwd hoe dat uh... uiteindelijk. Ja, we gaan zo, want, want toch even de opbouw van deze uitzending, wat we zo gaan doen. Daarom noem ik die WhatsApp-groep ook. Wat ook, wat een, wat een, en dan kom ik terug bij jouw vraag. Wat een onverwacht effect was, was dat ook meteen na de marathon opeens daar allerlei verhalen omhoog ja. kwamen. En toen dacht ik, nou, dit is leuk. En dat wordt een groot deel van het fundament van deze aflevering. Tuurlijk zal ik mijn verhaal ook delen, maar ik heb aan die vrienden van de show gevraagd, vriendinnen van de show, als er nou eens één moment, één les, één inzicht, één dit nooit meer is, die jij uit die marathon van Rotterdam in 2023 haalt, wat zou dat dan zijn? En dan hebben we hebben een aantal hele leuke anekdotes en fragmenten en lessen klaarstaan, dus die gaan we je zo laten horen en die gaan we zo met elkaar bespreken. Wat ik ook even gedaan heb, is uh, zelf even met Guido gereflecteerd. Guido Vroemen, de sportarts en de topcoach die mij heeft begeleid. En misschien is het denk ik voor het verhaal omdat Handig dat we ja. die eerst even laten horen en dan doorgaan op uh, alle lessen van mij. Uh, even in een notendop, wat moet je nog weten als je dat hoort? Uiteindelijk ben ik dus gestart. Ik heb gelopen, uh, ik heb een eindtijd van 3 uur 35. Oh, mooi. Wat mijn tweede ja. snelste tijd ooit is in Rotterdam. Ja. Wat, wat, wat duidelijk, als je het op afstand beschouwt, een, een marathon in 3,5 uur is top. Ja. Alleen ik was aan het trainen voor misschien wel iets in de 3 uur. Nou, daar werd het niet. Het werd een flinke strijd. En uh, nou ja, laten we maar even horen wat ik daar met Guido over heb besproken. We gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, 48 uur na de Marathon van Rotterdam 2023. Uh, fijn dat je even tijd hebt. Ik ben heel erg benieuwd om jouw perspectief op de zaak te horen voordat ik uh, alle andere perspectieven ga gebruiken. Want uh, het was mijn voorbereiding. hè? Wat is jouw ja, reflectie? De... Ja, de voorbereiding was natuurlijk niet helemaal vlekkeloos. Nee, er zaten nogal wat hobbels uh, in die we hebben moeten nemen en nou ja. Uh, beslissingen van wel of niet uh, trainen, uh, korter, langer, harder, van alles. Uh, niet lopen, wel lopen. Ja. Uh, alles hebben we wel gehad, denk ik. Ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment de afgelopen weken ergens ook me eindelijk misschien kon inleven jouw perspectief. Ik denk als coach is toch ook freaking frustrerend. Je maakt gewoon een plan. Oké, okay, iemand heeft dit doel en we gaan hem zo daar brengen. Ja. Ik doe er lekker dit soort training in. En de hele tijd het plan van de rails. En dan ben ik vast niet de enige. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat ben je zeker niet de enige. Maar dat is ook een beetje de. Ja, um, uh, wat, wat er gebeurt en waar ik op moet inspelen. om het wel weer op het juiste pad te krijgen. Hè? Dus, zeker. Uh, maar de, ja. de persoonlijke vraag was eigenlijk: frustreert jou dat niet ook af en toe verschrikken? Hoe hou jij, waar haal jij de veerkracht vandaan om te zeggen: Nou, pas we ja. het maar weer aan. Ja, nee, nee, dat klopt. Ik, eh, ik denk dat ik er zelf voor mezelf. Als ik het terugkijk zo'n beetje, dat ik dat zelf als atleet zou hebben: dat je denkt, Goh, dan hebben we nu, nu weer dit. Hè. Nu kan ik, heb ik daar wel last van. Of dan nou, voel ik me weer niet fit. Ja. Daar had ik nou ja, meer frustratie van mezelf van dan dat ik het bij atleten heb, die dan denken: oh ja, maar dan kan ik me dan voorstellen. Ik denk: oh wacht. Als, nou dat, dat is natuurlijk heel frustrerend, dus dan moet ik een ander plan gaan maken, zodat we in ieder geval um, ja, die frustratie kunnen weghalen en um, de motivatie goed genoeg houden om toch nog het doel te halen. ja, ja zelf heb ik dus, nou ja, dat, ik heb niet zozeer de frustratie als er iets bij een atleet fout gaat. Van, oh ja, of, als, of het jouw heb... perfect uitgedokte plan nee. niet gaat zoals gepland. Nee, of is het eigenlijk andersom, dacht ik later. Je hebt wel vijftig atleten geloof ik. Is, jij weet al over 50 van die trajecten gezien. Het gaat nooit volgens plan. Is nee. dat stiekem de magie die we hier ontdekken? Ja. Nou ja, je maakt, je maakt inderdaad een plan. Maar je hebt al... Eigenlijk heb je al diverse scenario's op de achtergrond lopen van... Als het daar fout gaat of als dit gebeurt, dan gaan we dit doen. Ah... Dus die, die, ja, weet je, die dingen heb ik natuurlijk toch ondertussen wel. Ik weet wel wanneer ik, wat, wanneer ik denk, nou ja, weet je, dit gaat niet volgens het gemaakte plan. Ik moet nu ingrijpen of ik moet nu iets anders doen. Of ik pas het wat aan. Ja, en dan is het misschien wel mijn eerste overbelasting of derde griep of whatever. Maar je hebt dat natuurlijk al meer dan honderd keer meegemaakt. Ja, sommigen hebben het misschien nog veel erger. Hè? Die denken, goh, weer ziek? <laughs> ja. Nee! Ik zeg, ja. Dan is het gewoon heel eenmaal zo. Hè? Dan kun je zeggen: shit happens. Ja. Deal we dit. Ja. ja, dan moet je dan ook. Ja. Nou, daar kreeg ik al wel gauw door dat de ironie van deze reis. Waar we natuurlijk aan het begin zeiden in oktober. Na die marathon in Amsterdam. Dat ik zei: Nou, oké. Okay. Uh, laten we eens alles uit de kast gaan halen. Ik, heb, uh, ik had vrij veel controle op mijn werkbelasting. Dus ik heb ook relatief minder gewerkt. Zes keer in de week trainen. Alles eraan doen. Om die snelste marathon ooit neer te zetten. Ik kreeg al vrij snel in de gaten. Zeker toen we eigenlijk al begin december. eigenlijk al op heel hoog prestatieniveau zaten. Toen dacht ik al een keer. Oeh, het wordt nog best taai om dit 3,5 maand. hier goed te houden. Te en uh, dat bleek een voorbode te zijn. Ja, ja nou, dat is. Je kunt, je kunt ook niet la, hè, dat je denkt. ja, we hadden gewoon la, uh, later moeten beginnen. Dan was die piek misschien ja. uh, Nou, had niet zo lang geduurd. Maar ja. Nee, en dan kom dan je dan toch ook ik... weer wat tegen. In ieder geval, dat is mijn les uit deze voorbereiding. Ja. Ik bedoel, je kan uh, creëren en, en plannen wat je wil, maar het gaat natuurlijk om hoe je ga, omgaat met uh, wat er vervolgens op je pad komt. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Er komen altijd, er gebeuren altijd dingen die je niet uh, nou ja, van tevoren gepland hebt. Hè. Dan denk je, nou, oké, okay, maar. Het gaat erom wat je ermee doet hè? en, en um, hoe je het aanpast. En dat je dan nou ja, dat nieuwe plan ook weer vol vertrouwen gaat uitvoeren. Ja, in mijn ogen hadden we drie grote tegenslagen. Inderdaad, ziek uh, eind december, Nou, dat was allemaal nog ver weg. Hebben wel helaas veel niveau daar ingeleverd. Maar goed, er kon wat terugkomen. Toen, inderdaad, uh, half februari is je of ergens februari tegen overbelasting aan. Een tijdje gefietst. Ja. Toen hadden we het eindelijk bijna soort van wel weer op de rit, misschien. Of net op tijd of niet. Ja, toen in de laatste weken zag ik een soort van hmm. een slow motion. zag ik die, uh, de, dit onheil op me afkomen. Ik uh, woon samen hmm. met een hele lieve vrouw. En die begon ja, gelukkig, twee weken. Op... Dat nog steeds zo. Ja, dat is ook nog steeds zo. En die begon <laughs> twee weken voor die marathon op tijd lelijk te hoesten en te rochelen en te kuchen. Toen heb ik echt zo vier weken, of vier weken, een dag of vier zo met het dekbed aan de andere kant, weet je wel, over mijn hoofd zo gelegen. Blijf weg, blijf weg. Maar dat is natuurlijk niet te doen. Dus ergens, ik geloof donderdag, dag tien voor de marathon, was ik aan de beurt. Uh, toen voelde ik hem toch ook in de keel komen en ja. belabberd en gedoe. Ja, ja, ja. Toen we weg kwam het onheil al een beetje zoiets van: oh, oh. Ja, ja dat kwam niet. En het was een flinke. En uh, nou ja, uiteindelijk zullen we het nooit weten, maar. Droge keur, last van me, me ook in mijn borst, maar van mijn van luchtweg. Uh, veel koppijn. Ja. Ik denk eigenlijk, als je deze klachten twee jaar geleden had beschreven, dat het gewoon COVID was. Ik heb het proberen te testen, maar al mijn testen waren bedorven, weet ik. Die deed het niet. En jij zei woensdag, ja, oh. van mij uh, hoef je het niet te gaan halen, want het interesseert mij eigenlijk niet. Uh, je bent beter of je bent het niet. Want we zaten maandag-dinsdag ja. voor de marathon op scenario, volgens mij moeten we ook maar niet starten als je zo ziek bent. Ja, 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 ja dat klopt. En dat maakt, weet je, de oorzaak, van, of de, de, ja, weet je, de reden waarom je ziek bent, dat maakt dan in principe niet uit als je ziek bent. Um, en je hebt ook nog daarbij uh, lichaamstemperatuurverhoging. Ja. ja, dan weet je, dan gaan we niet starten. Nee. Nee, dan is het gewoon niet verstandig om um, nou ja, een zo'n zware inspanning te gaan doen als je lichaam bezig is een um, infectie te herstellen. Weg. Ja, precies. Ja. precies. En dat was mentaal interessant, want dan komen er natuurlijk opeens grote vragen over motivatie boven. Hè? Waarom ben ik deze reis eigenlijk aangegaan? Ja. Enerzijds, ja. Uh, doe ik dat met jou? En dan is er een hele duidelijke voorwaarde. Jij werkt met atleten die het beste uit zichzelf willen halen. Kortom, dan hebben we ja. een prestatiedoel, een, een PR. Uh, en toen werd dus de afweging, ik ben, ik ben toen ook gaan kijken van, nou, wat is dan de volgende marathon? Dat zou dan eventueel Leiden in, op 13 mei zijn. Hele andere sfeer, hele andere marathon, maar ja, wel een marathon. Ja. Ja, toen ging bij mij toch in mijn kop ook, dacht ik, ja, waarom doe ik dit nou? Ja. En toen voelde ik me woensdag, donderdag al wel toch aardig wat beter. En toen merkte ik in ieder geval dat ik dacht, ja, zeker, PR, mooi, uh, drie, vier maanden alles geven, geweldige ervaring. Ik dacht, ik wil het wel ook gewoon meemaken. Ik wil er gewoon bij zijn. Ja. Dus vrijdag ja. hebben wij gebeld. En was min of meer mijn insteek. Guido, ondanks alles. Ma mag ik zondag starten? Mag ik, mag ik meedoen? Wat was jouw afweging ja. toen vanuit jouw perspectief? Ja, dat je in ieder geval ten opzichte van het begin van de week. verbeterde qua gezondheid. Ja. Hè, dat er niet echt alarmerend. Er was geen lichaamstemperatuurverhoging, geen koorts. Een beetje klachten, zeg maar, in het. Bovenste luchtweggebied. Ja. Een beetje nou, keel, uh, neus, snot, dat soort zaken. Dus het was niet weg, maar het was ook niet een, een reden dat je denkt: nou, nah, ik, ik moet eigenlijk helemaal niks doen. Nee. Nee. Um, dus het zit er een beetje tussenin. Je gaat dan uh, afwegen van: ja, weet je, je kunt de marathon gaan lopen, maar dan loop je hem dus niet op, die, op het scherpst van de snede. Dus dan ga je niet voor een PR. Want daar ben je gewoon niet fit genoeg voor. Daar nee, moet je precies. gewoon 100% fit voor zijn. Nou, dat was je niet. Dus dat viel af. Ja. Maar ja, ga je hem lopen omdat je hem wil, nou ja, weet je, beleven. En dan ga je 5%, 10% onder dat niveau zitten. Ja, dan is het ook al een heel ander uh, gevoel van lopen en belasting ook. Dus dan is het denk ik, ja, maar dan kan het wel. Ja, ja we hebben vrijdag nog een testloop gedaan. Een uh, kwartiertje ja. inlopen, kwartiertje op dat PR-tempo. Nou, dat voelde ik aan alles, dat was echt veel te heftig. Ja. En dan een kwartiertje uitlopen. En toen was ik aan het uitlopen en dacht ik, nou, nu loop ik lekker. keek op mijn klokje. Dacht, nou, dit is gewoon het wattage waar we een jaar eerder uh, nog de 3 uur 18 PR op liepen. En uh, dat voelde nu heerlijk. Ja. Ja. Dus toen zeiden we, ja, laten dus we. Dus dat was doen. ook oké. Okay. Dat ja. je denkt, ja, als je dat loopt en je hebt dan een gevoel van, nou, oh, dit loopt eigenlijk best relaxed. Ja. Misschien wilde ik toch wel iets te graag. Ik weet niet of het echt heel relaxed was. Ja, dat was uiteraard zo. Maar dat snap ik ook. Weet je, het is niet iets waar je uh, de week van tevoren mee bent begonnen. Nee. En je denkt, nou ah ja, volgende week een nieuwe kans. Ja, dat hè, dat Vooral. Is, ja. Dat is er niet. Nee. nee. nee, nee. En nee zeker niet in Rotterdam. Weer... Nee, en het is ook een hele weg aan naartoe. Dus je zegt ook niet zomaar maar oh, nee, ik, ik, weet je, ik ga hem nu niet doen dit weekend. Uh, ik, ik stel hem uit. Nee, dus ik ben gestart. Nou, wat er allemaal gebeurd is die dag, dat ga ik zo nog met Jurgen wel uh, verder uh, de diepte op in. Maar um, als we nu even terugblikken, een dag, twee later, uh, wat zie jij? Of in de data, of in het verslag, of in... De, wat is jouw reflectie? Dom, ja, spijt, ik... niet moeten doen, of prima, of wat? Uh, hoe kijk jij hierop terug? Uh, nee, dat niet. Maar je, maakt, je moet op een gegeven moment in die wedstrijd moet je natuurlijk beslissingen nemen. Dat heb ja. je zelf ook gemerkt. Dat je denkt. Ja, ik ga eruit. Ja, Dit heb gaat ik niet goed. Een aantal keer zeer sterk over. Even daar nog bijzeggend. Wij hebben vrijdag in datzelfde telefoongesprek, toen we gaan wel starten, ja. gezegd, ik heb bij jou gevraagd gezegd: wat zijn de rode vlaggen? Hè, ja. Wanneer moet ik eh, wordt het gevaarlijk of moet ik in ieder geval echt stoppen? Ja. Heb je heel duidelijk gezegd? Hè? Ventilatie, oftewel heftig ademen. Je moet, eh, ik had wat last van mijn luchtwegen. Niet, niet hijgen, was jouw opdracht. Ja, dus je moet inderdaad op Jurgens op gevoel, hè? RPE, RPE 5, hè? een beetje 6. zo. Ja, daar kwamen wij uit. Op zo'n Jurgen ja. tevelen, zeiden we. Ja, je moet kunnen blijven praten en niet ja. alleen maar ja. ja. Nee. Ja, ja. <laughs> dan was het weinig. Weet je, dan, is, dan gaat het de verkeerde kant op. Ja, en verder zei jij signalen als duidelijkheid, uh, ja, hoofdpijn, ja. dat soort dingen, niet doorheen Goeie. lopen. Nou, dus dat had ik nee. wel goed in mijn oren geknoopt. Ik moet zeggen, op dat ene moment de brug op, en volgens mij begint daar ook de wind tegen, en het is natuurlijk omhoog, en het is ook net na 25 kilometer. Ja. Toen, toen voelde ik me wel heel slecht. Gewoon fysiek. Niet, niet van de hardloopinspanning, ja. maar gewoon slecht. Toen had ik een erg sterke stem die zei: Nou, kappen, gast, je bent ziek, je moet ja. er hieruit. Dat is, dat is wel een, 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 een mooi discussiepunt. Ja. Um, als ik dat lees, dan zou ik zeggen: nou, inderdaad. Dan moet je eruit. Ja. Maar dan zijn er dus andere mensen die langs de kant staan. Ja, dat was later, hè. Dat was, uh, het, het 37 kilometer punt was okay. later. Ja. Nou ja nee, dit was nog dialoog nou ja, met mezelf. Daar, dan heb je dan zelf nog een stemmetje erin. Nou, ja. misschien moet ik nog even doorgaan. Ja. Dat snap ik dan ook. Laat ik eerst en, maar dan eens moet rustiger het wel gaan, gaan lopen. Ja. Ja. En als je kijkt, zeg maar, naar je, als je je data ziet, dan is het de eerste twee uur. Ja is eigenlijk prima. Ja, dat voelde ook prima. Dat ja, gaat gemak. eigenlijk prima. Ja. En vanaf dan is het gewoon klaar. Ja. Hartslag blijft hoog. Vermogen gaat omlaag in tempo. Ja. Kortom, dat lijf, dat zei dus inderdaad letterlijk, ook fysiologisch inderdaad, gast, je moet hiermee stoppen. Ja, het gaat nu, uh, het is eigenlijk redelijk op aan het raken. Ja. En dan is de kop nog wel zo, zo nou ja, in ieder geval zo hard dat hij door wil. Ja. Um, maar het lijf wil eigenlijk niet meer. Nee, nee, nee. Hmm. maar er zijn geen alarmsignalen die je hebt genegeerd waarvan ik zeg nou weet je, dit is echt heel dom geweest en soms doe je gewoon dingen dat je denkt, nou ik ga er gewoon door ik wil eigenlijk niet uitstappen Ja, dat, dat snap ik, maar het, als je, soms kun je ook te ver doorgaan, maar dan, ja, dan hè, dus dan, dan dat je gaat zwalken over de weg en dat soort, hè, dat soort dingen gaat zien ja. bij mensen, denk, dan ga je eigenlijk wel te lang door. Um, ja, als, als je op de koolsingel bent, die laatste kilometer, dan snap ik dat ook nog wel. Ja. Maar als je nog 10 kilometer zou moeten, en dat begint al, dan moet je gewoon denken: ja, maar dit is het gewoon niet meer. Nee, dan gaat de coördinatie maar dat weg. heb je niet gehad. Nee, je nee. hebt dan nee. moeten wandelen. Ja. Omdat je probeerde denk, nou, weet je, ik probeer even wat rust erin te creëren. Kijken of het beter gaat. Nou, dat ging. Hè? wandelen schiet dan ook niet op. Het ging, nee, het ging nergens beter. Dit, dit vind ik wel nee. toch een, een les die jij zegt. Als je iets aanpast, dan moet het daarna beter gaan. Uh, nee, dat ja. was niet zo. Het is nooit nee. beter gegaan. Het is gewoon, ik heb gewoon de tijd uitgezet, zeg maar. Ik was gewoon <laughs> voetje voor voetje. Ik kom vanzelf een keer bij die streep. Maar, Kijk, als je, echt, je ziet wel de, nou, het verschil tussen vermogen en hartslag. Het is... Dus, ...intrinsic load, extrinsic load... Hè. Ja. Dus de, ...daar zie je denk ik wel... ...een beetje van dat... ...ja, vermogen neemt echt duidelijk af... ...want je gaat ook minder hard lopen... ...maar die hartslag blijft eigenlijk nog steeds best hoog... Ja. ...ondanks dat je gewoon veel rustiger loopt. En dat is eigenlijk een signaal... ...dat de batterij leeg is, zeg je. Ja. 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 Ja, en uh, door het langzame lopen krijg je dan ook nog koud. En uh, blijkbaar ook, ook uh, echt koud. Het, was, en het, heeft het ook, was ook echt koud, hè? Het was naar. En het was ook vanaf de, de Erasmus te, uh, Erasmusbrug terug, zeg maar. Die, de, de, ja, t, je wil zeggen tweede helft, het is niet de helft in kilometers, maar zeker nee. wel in prestatie. Uh, had je heel lang inderdaad dat, dat nare windje op de kop. En, ja. uh, helemaal... en de hoge luchtvochtigheid, hè? Ja, 100% zag ik inderdaad. Ja. Ja. ja, 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 precies. Het was gewoon natte lucht ja. Ja. waar je doorheen loopt. Dus het koelt heel snel af. Ja, en ik merkte daardoor dat dus in de beslissingen. Want ik kwam, ik had op een gegeven moment dan voor mezelf gezegd: nou, ik ben hier voor het feest, dus loop die Boezemstraat en, uh, en, en Mariniersweg weg. In ieder geval door, toch? Dat, dat wil je meemaken. Nou, toen had ik dat gedaan. Toen kwam ik natuurlijk bij het begin van het bos. Ik dacht, nou, dan stap ik hieruit. Weet je, ga ik dat rondje Kraakse bos niet doen? Ik stap hieruit. Yeah. Yeah. Maar toen was mijn afwegingskader, weet ik nu achteraf, vrij ingegeven door de kou al. Want ik had het toen al actief koud. En toen dacht ik, ja, maar waar ga ik hier dan nu heen waar ik het warm krijg? Waar is de fucking metro? Yeah. En toen dacht ik, ja, als ik nu ga stilstaan, krijg ik het nog kouder. Laat ik dan maar door joggen, dan, uh, dan zien we daarna wel weer. Ja. Dus, en, en dat is eigenlijk datzelfde moment bij inderdaad die vriend op 37,5. Want dat ah, was op een gegeven moment mijn anker. Ik dacht nou weet je wat, dan ga ik daar. Die heeft, heel naïef, ik denk die heeft misschien iets warms. Ja hoezo, die heeft geen extra kleren bij zich. Ik zeg, ja, zijn maar, eigen die, jas. Ja een jas en die wist in ieder geval waar de metro was. Dus daar zei ik toen van ja waar is, waar is de metro? En toen zei hij ja, uh, vijf, minuten hierachter is lopen. vijf minuten lopen, hierachter is een metro. Toen ging ik dat fantaseren. Denk, ja, loop ik ook eerst door de kou. Moet ik ook nog een half uur voordat ik bij mijn tas ben? Denk, ja, kan ik net zo goed door over parcours? Ja. Dus, uh, en toen riep hij inderdaad: Gelukkige woorden, ga maar door, dat is mooie content. En tot slot, uh, data, fysiologisch, inspanning. Nou, dat is vet niet zo interessant. Hè. De laatste uur is gewoon de boel in elkaar geklapt. Wandelen, dingen. Ja, nou, ja, ja, je loopt, weet je, het loopt, wat ik al zei, de eerste twee uur heel stabiel. Ja. En dan zie je eigenlijk dat je toch gewoon, nou ja onvoldoende fitheid hebt. Ja. Um, en, en toch daardoor, nou ja, te veel moet inleveren en het ook niet, nou ja, dan komt het een op het andere. Dan ga je langzamer lopen, koel je meer af, et cetera. Dan wordt het een soort negatieve spiraal. Ja, wat mij opviel in achteraf, is dat we zijn dit in uh, november of uh, december begonnen. En je gaf me heel veel lopen. Ik trainde zes keer in de week. Alleen maar lopen. Ik denk nu, Waarom hebben we niet toch ook daar vier keer lopen, twee keer fietsen van gemaakt? Ook in de winter. Is dat puur omdat dat onhandig is in de winter? Of wat is jouw afweging daarin? Ja, er stopt wel wel mountainbike tussen. Maar dat koos je dan niet zelf. Niet ja, die waar. staat dan altijd op de rustdag. Oké, okay, nou, dan heb ik dat misschien verkeerd geïntueerd. Maar dan staat er staat dan altijd rustdag. Nou, ja. Daar ben ik dan ook echt wel in to aan toe in dit soort weken. Of ja. mountainbiken staat er dan. Ja. ja, nou ja, het is eigenlijk dat je... je het doel was een PR lopen. Ja. Dus je moet ergens dingen gaan zoeken... waar je nou ja, mogelijk nog iets in kunt verbeteren. Ja. En dan is het... Een van de dingen is... Nou ja, de, de, de inhoud van de tank... de kilometers... gewoon proberen het nog wat te verhogen. Ja. En als je dat een beetje uitsmeert... over een aantal dagen... in plaats van een paar hele zware, lange, grote dagen... ja, als je dat op meerdere dagen doet... dan past nog eens een extra fietstraining... Dan ook er niet bij. Of je moet dat lopen dan weer gaan skippen. Nou ja, precies. In, in mijn hoofd, maar dat wil ik dus nu bij je checken, denk ik ja, een rustige duur lopen of een rustige duur fietsen is allebei erop basis ja. bouwen of niet? Klopt, maar lopen is nog steeds geen fietsen. En fietsen is ook geen lopen. Ja, ja. Het is wel conditietraining. Ja. Maar als je op lopen sneller wilt worden, ja. Ja, dan help je niet door alleen te gaan fietsen. Nee, niet alleen, hè? Nee, maar erbij bedoel ik. Hè? Dus in, in ja, zo'n kan een afweging zijn. Bij sommigen denk ik dat het best misschien verstandiger is om dat één um, um, of twee looptrainingen dan te vervangen door een fietstraining. Ja. ja. Voor en, mijn gevoel, ja. als, 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 als zelf in het programma zit, als uh, blessurepreventie, ja. zeg maar. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat een goede uh, conclusie is, zeg maar. Wat, wat in het vervolg, zeg maar meegenomen kan worden, zodat we daar, nou ja, net iets anders het programma in kunnen richten. En dus iets, nou ja, iets uh, in kilometers lopen minder, hè? En, en uh, nou ja, daardoor misschien, uh, wat je, als je twee uur of anderhalf uur per week minder loopt, dat je dan twee uur, drie uur meer fietst. Ja. ja Bijvoorbeeld, precies. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, daar liep ik natuurlijk die laatste weken terugblikkend op. Oké, okay, wat moet ik nou leren uit deze aanpak? Uh, begon die er voor mezelf bovenuit te stijgen. Maar ik denk, dan nou moet ik toch eens aan jou vragen uh, wat, wat, of daar planning ja, voor of tegen is. Dat zou misschien. kunnen, hè? Ja. Maar dat, dat is het onhandige. Dus je kunt het nooit <laughs> precies hetzelfde tegen elkaar uh, zetten en dan kijken. Nou ja, zie je wel dat één is beter. Nee, exact. Exact. En, en dan komen we terug bij het begin van het gesprek, als het allemaal zo makkelijk was als een plannetje maken en het ja. lukt, hè? dan was het spelletje ook niet zo leuk, toch? Nee, als je, nou, ja, hier heb je dan hoef ik ook geen uh, schema's. Hè? Dan kun je gewoon in schema uitschrijven van twaalf weken. Dit is het, doe, maar. doe het precies en het klaar. Ja, 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 ja precies. Nou, zo werkt het ook niet. Mooi. Als wij vooruitkijken naar onze jaarplanning, dan is het volgende doel uh, de halve triathlon in Zeewolde, eind juni. Uh, daar gaan we denk ik geen. Ja, we gaan sowieso niks doen. Ik moet het doen. Maar we gaan 13 mei nog even een marathonnetje PR uh, ertussen gooien. Uh, yeah. Zeg jij ja, doen nee, verzilveren? Je, dat... Nee, toch? Nee. Nee, dat is een beetje. Um... It's too much, ja. hè? Paniekvoetbal is niet het juiste woord. Ja, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, langere termijnvisie. Ja, maar dan heb ik daarvoor. En dan is deze marathon niet gelukt weet je, ik ga even, ik probeer het door te trekken en over drie of vier weken is er weer een, dan moet het dan maar gebeuren. Ja. Ja, zo simpel is het niet. Als het nou een 10 kilometer wedstrijd was, oké. Okay. Ja. Maar je ziet ook als toppers een, een marathon of zo slecht lopen, ja, dan moeten ze eigenlijk al vroeg uitstappen en zeggen, nou, dit is hem niet, ik stop. Ja. Want eigenlijk kun je dan, als je vroeg uitstapt, dan kun je zeggen, nou, weet je, nu heb ik niet zoveel schade daarvan opgelopen over Vier weken ga ik nooit een nieuwe poging doen. Ja. Als je hem echt uitloopt, ja, dan kun je niet gaan zeggen. Nou, uh, dat ga over vier weken weer een uh, nee, poging ja. doen, want dan krijg je weer een halve poging, waarschijnlijk. Ja. Nou, volgens mij dacht dat ik dat ook niet. al. Maar ik denk, ik check het nog even bij je. Maar dan zitten ja. we daar op een ja, lijn. Ja, nee, dan krijg je ook, denk ik, oh, net niet weer. Ik. Ja. En ik had nog wel gedacht dat het nu wel. Nee. nee. Nou, dat is... dus, uh... Je kunt beter nu een ander doen, ja. plannen. Ja. Andere doel, andere focus, frisheid krijgen. En nou, je uh, uh, lekker op die fiets gaan knallen ook. Ja, precies. Ja. Nou, dan we, zitten we mooi op een lijn en dan uh, gaan we wel, uh, ik denk in het najaar of zo, uh, nog eens een leuke uitzoeken. Um, even tot slot over, jij noemt schade van een hele marathon uitlopen. Er is wel iets een beetje gek aan de hand, hè? En dat was natuurlijk de vorige keer ook al. Ja. Ja, nou, nergens zal ik niet zeggen. Maar in mijn, hey man, in mijn functionele bewegen heb ik eigenlijk ja. vrijwel nergens last van. Uh, zondag ging ik de trappen op en af. Maandag ging ik de trappen op en af zonder leuning. Uh, ik, ja. ik, ik heb mezelf daarmee verrast. Dat is natuurlijk deels doordat. Door het volume natuurlijk, ga je zeggen. Het tempo nou ja, van de marathon zelf gewoon lager was. Ah, zo ja. Ja, ja, ja. Dat we hebben natuurlijk niet maximaal gelopen Maar ja, nu komen we inderdaad terug. Want we hebben er veel gelopen, dus je bent ook heel veel gewend ja. aan trainingload, aan loopkilometers. Ja. Dat is wel nu ook wel een voordeel, dat je, ook gewoon, ja, dat alle, je belastbaarheid ligt gewoon hoog ligt. Ja. Ja. Als je dan zeg maar een marathon loopt suboptimaal, ja. en dan loop je 3,5 uur en dan denk je, ja, daar heb ik niet zoveel last van. Nee. Het is ook wel mooi om dat te kunnen, hè? Want er zijn durf, durf, die te je durft het bijna niet te tegen al die mensen... die met spierpijn waarschijnlijk nog steeds uh, ja. rondlopen. Ja. Oh ja, maar ik kan gewoon een marathon lopen in 3,5 uur. Daar merk ik niks, bijna ja. niks van. Dan kan ik gewoon trap op, trap <laughs> af. Heb ik niks. Ja, en, ik, en je hoort de nog steeds in mijn neus zitten. <laughs> ja, precies. Ja, maar ja, nee, dat is, is dat ik zo. ook da iets. En daar ben ik ook super trots op. En, en ja. dat vertrouwen, hè, daar, daarom durfde ik... Daarom wilde ik ook starten, maar daarom durfde ik ook wel te starten... Want we hebben natuurlijk nog op een CPC ja, ja. onder de 90 minuten gelopen. En twee weken van tevoren nog een 10. Soort ja. onder de 40. Met, met echt wel hard lopen, maar wel ook op een soort trainingsambitie. ja, ook gecontroleerd hard. Ja heel dat is gecontroleerd. Ik je denkt. Nou, ik kan hier ja. gewoon een 10 lopen in een, in een trainingsopbouw. Ja. En lopen gewoon een 10 en 40 minuten. Ja, terwijl toch even voor de, duis, uh, voor de luisteraar die later inschakelt uh, nog geen. Negen maanden geleden was een sub 40, sub 40 minuten 10 kilometer echt nog een droom voor mij. Hè? Ja, dat, ja. Denk, dat ga ik nooit doen. Nee, ga, het uh, ik weet niet of ik dat ooit kan. Ja, exact. exact. Ja, ja nee, en dus dat dus, kan dus gewoon. Ja, ja, nee, dus in die zin. Uh, nee, dus dat, dat zijn ook wel mooie dingen om mee te nemen. Hè? Zeker, Omdat en dat, lukt, dat het... vertrouwen had ik ook wel. Dat ik denk, ja, ik ben wel ziek, maar ik ben ook wel super fit. Weet ja. je dat? Uh, ja, training is en eigenlijk mee. is. Ja. Stiekem is dat eigenlijk nog wel het mooiste wat je dan hebt en meeneemt. Want dat is ook niet zomaar weg. Nee, hè? Nee. <laughs> nee. nee. Ik hoorde zelfs uh, Nageeë ook zeggen: hij zegt. De training stapelt zich over de jaren. Hè? Dus uh, alles wat we nu gedaan hebben, gaan we gewoon weer meenemen. in de volgende helft van het jaar en volgend jaar, weet ik veel. Dus, uh... Ja, ja het is, uh, als je die consistentie erin houdt, ja. dan blijft het ook goed. Weet je, het gaat pas fout als je denkt, nou. Kak, nu heb ik echt een blessure, dat ik gewoon maanden, Stilvalt. soms wel een half jaar, een jaar er helemaal uit ben. Ja. ja, dan krijg je, als je dat te vaak hebt, dan ga, je er, ja, dan ga je op een gegeven moment veel inleveren. Dan lukt het gewoon niet meer. Nee, nee. mooi. Dat is een mooi vooruitzicht, meneer Vroemen. Uh, via deze weg ook nog een keer heel erg veel dank voor de plezierige. En nou, jij ook? Euh, links en rechts wat intensieve <laughs> begeleiding op deze reis. Ojo, moet wel op het tenen lopen, maar uh, nou ja, dat is ook leuk. Ja. Nou ja, ja, ja. Soms is het uh, even afzien, maar nou ja, dan merk je dus ook dat uh, uh, wat je, waar je eerder helemaal stuk ging, dat je dat helemaal niet meer hebt. En ik denk, ja, nou, dat, dat kan ik veel makkelijker nu. Dat is progressie, hè? Ja, precies. Mooi man. Hé, hey, uh, dank Mooi, voor hè? je tijd nu en uh, goede reis. Jij ook. Hoi, hoi, hoi. hoi. Ja. Dus, uh, nou ja, ik uh, geloof dat ik er nog niet uh, de laan uit ben gestuurd. Nee. We gaan door. Ja. Maar nu eerst volgaas op de triathlon en uh, een marathon uh, wellicht later in het najaar, of? Uh, ja, het zo. hoort dus ook een beetje bij het atleet bestaan, hè? Ja, ja, Tegenslag, ja. ja. Dat heeft en, dus iedereen. Uh, en pieken is toch wel een heel lastig begrip als, je, ja, als alles samen moet komen op, op dat ja. ene moment. Nou, ja, ik dat ken is bijna iemand niet die heeft ooit een boek geschreven: ja. Het maakbare uur. Ja. Nou, misschien voor een uur op de wielerbaan. Nou ja, spoiler over het de, ja. daar bleek het ook al niet zo te zijn. Nee, en ja, die marathon, ja. de maakbare marathon bestaat ook niet, ja. geloof ik. Idealiter. Bij het maakbare uur dan huur je eigenlijk zo'n uh, wielerbaan, denk ik, een maand af of zo. Ja. En dan ga je gewoon om de zoveel tijd het weer eens proberen. Dan denk ik, nou, en denk, nou, nu is zijn omstandigheden dusdanig perfect. En is de atleet dusdanig in staat en voelt zich goed. Nu moet je het aanpakken. Maar nee, ja, je moet van tevoren ook toch een datum doorgeven aan de UCI en dat soort dingen. Ja, dus nou dat, ja, en je hoort Guido net zeggen, ja, maar een poging doen, die gaat je ook niet in de kou kleren zitten. Het nee. is niet dat nee, je dan precies. even ja. een week later ja. het nog een keer gaat doen. Ja. Kortom, um, het ging over omgaan met tegenslag. En dat is wel uh, de eerste reden, want zo kwam je, waarom, uh, jouw vraag was toen ik jou parkeerde, waarom ben je toch gestart? En dat was dus wel interessant, want ik werd ziek en je hoort het mij ook met Guido zeggen: ja, ga ik dan een maand later in Leiden? Maar dan moet ik dus heel erg denken: waarom wil ik dit eigenlijk? Mm -hmm. En natuurlijk wil ik presteren, vind ik leuk, mezelf verbeteren. Het goede, de, 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 de ontwikkelingen, vind ik, dat maakt het trainen leuk. Maar ik dacht wel, ja, hoofd- en bijzaken. Niks ten nadele van de marathon van Leiden, want die ken ik niet, maar ik weet wel dat dat een andere sfeer ja. is dan Rotterdam. Ja. Ik denk: hallo. Ik ben wel gewoon een recreatieve loper die dit doet ja. voor de lol. En de leukste marathon in Nederland, voor zover ik nu weet, moet ja. ik dat er ook bij zeggen, is toch wel Rotterdam. Ja, wat is, Rotter wat is de mooiste zonder uh, Gerrit Heiko? Ja, dat weet ik ook uh, niet. Ja. Dan moeten ze in Rotterdam maar beantwoorden. Maar wat ik er ook van leerde, ik heb natuurlijk voor de mensen die hem ook geluisterd hebben, de terugblik uit Amsterdam. Half jaar geleden had ik zo'n hele mooie Jens van Lier doelenboom ja. gemaakt. En mm -hmm. er stonden drie hoofddoelen centraal: vruchten plukken van de training met Guido. De marathon van Amsterdam ontdekken en heel blijven. En toen ik dus in die week daarover na liep denken. en die boom probeerde toe te passen op deze race. dacht ik: hé, hey, maar de marathon van Rotterdam ontdekken. die valt eigenlijk weg. Want die kan ik dromen. Naar vijf keer zou je die wel. Ja, dit evene... is de vijfde keer. Ja. Ik weet precies hoe ja. en waar. en bij welke bocht. En, en dan gaf wel zeggen, dacht ik: oh, ja, maar als dan dus alleen maar presteren het doel is. En dat valt weg door de voorbereiding ja. waar nou eenmaal knikken kwam. Ja, dan blijft alleen maar heel blijven over. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wel het belangrijkste. Maar dat gaf me wel een eerste inzicht dat ik dacht... Oh ja, nou, ik vind Rotterdam fantastisch, maar ik heb hem nu vijf keer gedaan. Ik geloof dat ik voor mijn volgende marathons andere marathons wil gaan ontdekken. Bijvoorbeeld een bingo kaart met alle marathons van Nederland. Al is het maar omdat je dan in ieder geval altijd die twee doelen hebt. Namelijk één, de marathon van Leiden, Apeldoorn, Amersfoort, Zeelse Spaar, weet mm -hmm. ik veel, vult in. ontdekken. Ja. En als dan een keer. dat moet je serieus voor trainen. Dus als dan een keer alles goed valt. de training valt goed. er zit geen tegenslag in. het weer is goed. Nou, dan komt volgens mij die PR vanzelf. Maar voor mij als recreant is dat wel een belangrijk inzicht. Ik denk, oh ja. Dat is wel grappig, want ik hoor jou ook nog. volgens mij een maand geleden of eerder. zei. Ik, nou, misschien wordt dit wel mijn laatste. of gaat het in ieder geval. Uh... En dan misschien loop ik dan ook wel nooit meer een marathon, dacht je even of zo. Hè? Ja, dat, zo nou, waar, zo wat ik ook wel het hele proces. Ja, wat ik, wat, wat ik vanaf het begin van het proces merkte in mezelf, dat ik, dat ik voelde dat het de laatste keer was dat ik echt zo ja. alles eruit ja. wilde halen voor een PR. Ja. Omdat ik wel voel, ja, die rek is ergens denk ik op. De ironie kan worden dat over tien jaar dit gesprek nog steeds hebben, ja. omdat ik het nog steeds niet ja. heb geflikt en het blijf proberen, ja. maar dat zien we dan wel. Ja. Hey, laten we door wat verhalen van wat vrienden van de show uh, lopen. Deze goed. foto, uh, dat wordt uh, wat mij betreft ook de, de, de visual van deze aflevering. Ja. Mooie groepsfoto op de hoek uh, van de startvakken. De hoek Colsingel Westblaak. Ja, we hadden 30 man in de WhatsApp groep. Uh, ja, stonden, we stonden daar met ze, uh, even heel snel tellen, achtste. En met allerlei mooie afmeldingen van mensen die het of niet konden vinden... of later kwamen, of het niet. Nou, dat moet, moet je zelf ook weten. Ik had na vijf keer wel de rust in mijn... Planning dat ik wist, nou dat kan wel, dat kwartiertje. Maar ik heb ook mensen die voor het eerst in Rotterdam en in de logistiek zitten, dat die dat er niet uh, erin gepland ja, krijgen. Ja, tot dat inzicht kwam ik ook wel dat dit <laughs> toch wel iets anders is dan een marathon van en Beek, Die ik natuurlijk ooit in een ver verleden gelopen heb. Uh, laat staan, elke andere. Uh, wedstrijd die ik uh, gelopen heb, ja, en misschien uh, de zeven heuvelloop. Je beschrijft, was dit voor de ja. eerste keer voor jou in Rotterdam inlopen? Zo ja, ochtends. joh, die zeven heuvelloop, dat is denk ik het drukste waar druk. ik dan af ja. en toe aan meedoe. Ja. En uh, alleen dat is nog wel redelijk georganiseerd voor je gevoel. Uh, in dit geval, ik stap, maar dat heeft ook te maken met, ja, je komt uit een metrostation. Ja. En je weet, vandaar je hebben we weer afgesproken. Grond. En ik denk, hè, waar komen al die mensen eigenlijk van? In de metro zie je natuurlijk al allemaal uh, mensen zitten. Mensen. En, ja. Uh, ja, het is uh, zo groot, zo massaal, maar ook weer... Ja heel onprettig, ja. toch? Toch niet koninginnendag. Nee, helemaal heel stil. Heel gefocust, uh, ja. geconcentreerd, een goede sfeer. En uh, ja... Nou, een beetje gezonde spanning wel. Ja, je ziet aan iedereen, ze hebben, iedereen heeft er zin in ergens. Ja, beetje er spannend, een beetje spannend, hè? spannend ja, ja. Uh, in, in het lijf. Ik stond op een uh, gegeven ja. moment uh, boven bij de parkeergarage op Jacques te wachten. Die kwam met de trein uit het Centraal Station. En dat was rond kwart over acht. Toen kwamen er ook massa's mensen uit het station doodstil. Ja. Het was goed doodstil. Ja. Ik zag ja. daar voor de eerste keer die dag Jan Braan. Ook nog een verhaal uh, wat we misschien wel oppikken. Anyway, we gingen lopen. Um, <laughs> zullen we de eerste anekdote maar eens doen, want anders komen we er nooit doorheen. Arno Ulein, een van de vrienden van de show, uh, haakte ook aan in onze Vraag ons alles over de marathon sessie week van tevoren. Ook veel mooie reacties op gehad. Waar we vergaten de opnameknop aan te drukken. Dus oh, dat ja. is een uh, live experience die uh, uniek is voor de mensen die daarbij waren. Dit is uh, Arno's belangrijkste inzicht. Hallo iedereen van de slimme presteren podcast. Arno Elijne hier. Mijn tip die ik meeneem vanuit uh, de Marathon Rotterdam is dat je niet bang moet zijn om buiten je comfortzone te gaan. Ik heb meer dan 10 seconden sneller dan mijn uh, vorige nomen schema gelopen. En uh, daarmee mijn, mijn persoonlijk record 16 minuten sneller gezet. Dus uh, probeer het eens, zou ik zeggen. Ja, probeer het eens, ja. zou ik zeggen. Jurgen, wat ik leuk vind, ook voor uh, nieuwe luisteraars die het niet gehoord hebben. In de eindejaarsaflevering, eind vorig jaar, liet jij je vrij spontaan ontklippen. <laughs> ik zal ook weer eens gaan meedoen aan die Marathon van ja. Rotterdam, maar dan wel in 2024. Dus ik merk ook, ook bij het voorbereiden van deze aflevering, ik voel wel een soort verantwoordelijkheid om jou bij de hand te nemen. En uh, niet dat ik die positie heb. Je bent een volwassen kerel, je kan dit prima, je hebt marathonervaring. Maar toch om samen het komende jaar die reis op te gaan. Ik vind het fijn dat jij mij dan. En, en dat wil begint natuurlijk met de tip van Arno, Stap eens uit je comfortzone. Ja, nou, dat, ik, ik, heb, ik heb volgens mij uh, bij deze, zeg ik, wat is mijn doel? Jij had het praten over doelen. Ja. die is in principe gewoon uitlopen, natuurlijk. Toch? Ja. ja. Meedoen. Ja, Meedoen. Ja, meedoen. Weer meedoen. Ja. Heel blijven. En nou uh, dat heb dat ik natuurlijk uh, ook contact altijd met een andere UATT, uh, Remco Rennes. Ja. Komen we zo nog ja en, en, en nou ja en daar zitten we wel een beetje te sparren en uh, kijk ik een beetje naar, de, naar zijn benadering ja. ook hij wordt wel steeds sneller maar het wordt wel steeds langzaam een be beetje sneller zo ja. zeg maar maar hij deed afgelopen zondag mee voor de, de tiende, tiende keer in ja supermaster ja, maar is... dus dat gevoel krijg ik weet niet wanneer uh, hoe vaak Arno gelopen heeft maar hij heeft hij nu wel een PR hij is dit keer sneller dan tevoren ja. ik keer. heb natuurlijk even een vervolgvraag gesteld ik dacht ja oké okay, uit je comfortzone PR ja. hè, wat heb je anders gedaan dan wat is hier te leren en toen zei hij: ja, Ik heb niet zoveel anders gedaan. Maar in mijn vorige marathon heb ik het in het begin heel voorzichtig gedaan. Nou ja. Omdat ik bang was hè, de marathon is een en al emotie om kapot te gaan. En toen had ik aan de finish nog over. Nu voelde het lekker. Ja, dat herken ik trouwens niet hoor. Ik heb er nooit aan de finish over gehad. En als je die uh, tempografietjes van de meeste mensen ziet, hebben de meeste mensen niet over. Maar Arno had dat de vorige keer dus wel. Dus ze zei, nu voelde het lekker. Ik ben gewoon gaan lopen en op het einde kapot gegaan. Ja. Dacht, wat ik nu voorleg op schema is meegenomen, langzamer kan altijd nog. Laatste zeven kilometer wel wat ingezakt, maar nog steeds 16 minuten sneller dan mijn PR. Ja, kijk, dat is. Uh, je moet er dus toch wel een pacingplan hebben. Hè? En een, uh, of een race-strategie of noem maar op. In, ik kan, ja, ik. Ik moet heel ver teruggaan in mijn geheugen. toen ik dus mijn marathon liep op mijn 16e, 17e. ja, ja toen was dit er allemaal nog niet. Uh, laat staan dat ik daarmee bezig was. Ik ben pas nu natuurlijk. Uh, ja, ik lees erover, ik vertel erover, ik spaar erover met jou en ik krijg Weet een jij je app groep tijd nog informatie. Van toen? Ik, ja, het was Ik, ik heb ergens het gevoel van drie uur veertig, zoiets oh, mooi. en, en mooi. Erheen, alleen deels is de herinnering. Ja, die laatste tien kilometer waren echt wel heel zwaar, heel pittig. Ja. aan de andere kant heb ik ook het gevoel. Ja, nou ja, nou ja, ik, ik heb dat wel eens kort geschetst. Van heel vaak een week begon met de marathon en natuurlijk de familie van Tevel moest meedoen. Drie uh, sportieve uh, jongens in het gezin. En uh, ik was de jongste. Uh, nou, andere twee die liepen meteen. Je kon lussen van 10 van kilometer doen, vier ja. lussen. Waarbij ja. steeds. Uh, nou, en ik de eerste keer liep ik twee lussen eigenlijk zonder. Uh, na, uh, amper training. Op tennisschoenen kan ik me herinneren. Ja. Mijn broers liepen meteen die hele marathon uit. Dus ja, daarop ben ik wat serieuzer wel gaan voorbereiden. Schoenen gekocht. En toen is het me gelukt. En het jaar erop ook nog een keer. Uh, nou ja, dat is eigenlijk mijn herinnering. En welk jaar hebben we het over? En uh, ja, toen ik 16, 17 was. <laughs> ja, uh, ik ben van 68. 39, 30 dus, jaar uh, geleden al nou zo, Ja. Hè? ja. ja. Nou, dit is een mooi bruggetje, hou dit vast. Een andere mooie vriend van de show: Jacco van Ewijk. Hebben we ontmoet bij de 100ste aflevering? Hebben we vaak gezien, veel contact mee online. Uh, Jacco, die kwam voor de start nog even Remco Renes tegen. We zien ze samen onderin beeld. Hij liep in het Slimmer Versteren shirt. Jacco ebte later ook nog een mooie anekdote... dat hij uh, ook wel onderweg werd, regelmatig werd aangesproken in dat shirt. En op een gegeven moment ook met de vraag... of hij dan de producent was van de Slimmer Versteren podcast. <laughs> ja. Hij zei nee, ik ben gewoon vriend van de show. Laten we eerst even luisteren... en dan zeggen we iets over de andere foto die we in beeld zien. Ja. Hier Jacco... Vijf en een halve maand gedisciplineerd, getraind voor een poging om haar PR uit 2003 te slopen. Alles aan gedaan, maar kwam bij de streep vijf tellen tekort. Bizar. Ondanks dat ik een goede marathon heb gelopen, heb ik vijf tillen laten liggen. Deze marathon zal ik nooit vergeten en vaak aan terugdenken. Ja. Ja, en ik weet waar hij die vijf seconden heeft laten liggen. Waarom? Nou, ik heb hem nog, want ja, eh, oh, je hij je is, deze persoon is een door. van de weinigen die ik gezien heb. Ja. Want het was natuurlijk wij... Weinig... Ja, want jij zou op het 26 ja. kilometer punt staan. Ik heb ja. hem helemaal blind gezorgd. Maar ja, ik ken Rotterdam niet. Ik weet niet hoe het gaat. Nou, ik zal even kort schetsen hoe het bij mij ging. Ik had, was gefinished en ik had afgesproken met een vriend... Die was eerder gefinished. En we zeiden, nou, we zien elkaar bij het Hilton daar. Nou, voordat je die hele vuik uit bent. En uh, je AA en je water en je bananen, en noem maar op, toegeraakt. <laughs> je kiezen hebt, jullie die ook al. <laughs> uiteindelijk uh, uh, vond ik hem daar. En toen uh, ja, zag hij, uh, ik was aan het bibberen. Hij ook. Van uh, jongens, uh, ja, uh, die vriend heb je nu al. Ja. Niet Jacob. Het nee, was gewoon koud. Het was gewoon heel koud. En het bleef koud. En dus uh, hij zei: nou, als we nou even een kwartier wachten, dan gaat de decathlon open. Dan moeten we even een shirt kopen. Kleren ja. ja, en toen uh, hebben we dat gedaan. Toen zei hij: Nou ja, we kunnen ook wel even wachten nu op die toppers. Natuurlijk, die komen, ah. dus we hebben koffie gaan drinken. Oh. Nou, we hebben de finish gezien. Ja. En toen was het zoiets: toen Ik, dacht, ja, oh ja, ik ja. zou nog iemand ja. aanmoedigen in ja. uit. Dat is waar ook. Dus, dus, dus wij duiken de metro in en bij Wilhelmina Single, inderdaad, rond uh, kilometer 26. Ja, dus dat ging ik ging eruit ja, ja. en ik uh, had zoiets: zou het wel, zou het niet? Ja, en ik kom. En ik zie uh, de Pecer 2:30 uh, of 3:30 voorbij. Komen. Minuten, en denk, shit, ja, shit, Gerrit ging voor 3:20. Dat zijn gemist. die uh, geweldige mensen die met zo'n vlaggetje ja. lopen. En uh, ja, mijn maar... plan was. En op dat moment was ik ook nog gewoon bij de groep van de 3:20 peesers. Ja. Dus, uh, uh, dus ik ja, toen was toen eigenlijk iets van Jezus, wat een drukte. Wat een lange stroom mensen. Wat, uh, ja. Ja, dat hij nergens gaat. Als uh, iedereen loopt gewoon. Het is één stroom aan een massale stroom uh, aan mensen. En ik bleef uh, lekker staan kijken. Ik dacht, nou, dan kom ik heus wel mensen tegen. En inderdaad, ik zag op een gegeven moment een slimmer presteren shirt. Dus ik uh, roepen, uh, hey, slimmer presteren. En, uh, en hij draait zich om, loopt nee. half uh, handen omhoog en noem Ja, maar, op. maar niet gestopt, toch? Nou, het kost wel even de tijd Jij en energie dat natuurlijk. Jij denkt dat ja, dat het Ja, dat zou wel even... Nou, het gaf hem denk ik ook wel weer energie. Maar uh, nee, dat, uh, dus, uh, ja, ik heb Jacco gezien. Dus ik ben blij dat hij gefinished heeft. En uh, ja, als het die vijf Weet seconden je? nog. Uh... Jacco, uh, hoor je hier bijna in zijn stem. Dit is opgenomen op maandag. Ik ben benieuwd hoe hij er nu ja. niet uitgevonden wordt. Vrijdag op terugkijkt, Jacco. Je hoort enige frustratie en teleurstelling. Ja. Hè? Dus ja. ik denk ook tijd voor een vervolgvraag. Ik zeg, Jacco, die vorige marathon, wanneer was dat? Ja, Of hij zegt het ook. Ja. 2003. Drie. Dus twintig 20 jaar geleden. Halen we even wat oude afleveringen erbij. Uh, sporten als je ouder wordt, sporten ja. op leeftijd. Zegt de wetenschapper, hey, toch wat wetenschap? Ja, nou dan. Ja. recent nog ergens 0,8 per jaar, toch? Ja, Leven zo, je zo. sowieso ja. fysiologisch ja. Ja. in. Ja. Kortom, heb ik al terug naar Jacco. Ik zeg, ik weet niet of je er aan toe bent, maar <laughs> vijf seconden verval in twintig jaar is eigenlijk natuurlijk nee, een fantastische nee, prestatie. Nee, ik snap nee. wel, Jacco, ja. dat je verbaalt als je denkt, ik ga mijn tijd nog een keer scherper zetten. Ja. Maar ja. Gewoon steengoed natuurlijk. Hè? Hij zou hem eigenlijk moeten corrigeren, gewoon voor, voor leeftijd. Ja, toch? Hoop, ja. ja. Hey, en uh, voor de kijkers op YouTube, die zien Jacco ook uh, rechts in beeld. Nee. Uh, die foto kwam ook door de WhatsApp-groep. Dit is, dit is echt het beeld wat je niet wil zien. Um, ik zal het beschrijven voor luisteraars. <laughs> Helemaal omdat het witte, uh, slimme besteren ja, shirt is. zie je zo links en rechts van het logo. Twee felrooie punten. Joch, het begint hier ook al uh, moeilijk te kijken. Met daaronder allerlei rood uitgelopen vlekken. Ja, dit is toch iets wat je wel eens vaker bij mannen ziet in ja. vochtig weer. Uh, um, was een demonstratie gaan. Werd het met ketchup gegooid? Nee, nee, dat nee was het niet. Nee, Jurgen. Ja. Uh, wat, die fout ga jij in ieder geval volgend nee. jaar dan niet maken. En iedereen die nu luistert ook niet. Uh, Jacco schreef later, hij had hem ook niet gemaakt, maar het was fout ja. gegaan. De tepels van de heren. Als daar maar lang genoeg een, shirt over een nat shirt overheen gaat schuren. dan krijg je daar vanzelf problemen. Kortom, insmeren met Vaseline. Dat deed ik altijd al. Ja. Uh, dat was hij, geloof ik. Nee, dat had hij ook gedaan. Maar ik had zelfs dit jaar voor het eerst een pleistertje eroverheen. En Jacco zei: ja, dat had ik ook gedaan, maar die hadden losgelaten. Ja. Nou. Dat uh, kun je dus nou, zien. Nou, uh, bloed, zweet en tranen. Jacco. Het goede nieuws is: het ziet er erger uit dan het voelt. Want als je eenmaal bezig bent, dan uh, het is het niet dat het eruit gutst of zo. Maar uh, zo ziet het natuurlijk ja. uiteindelijk wel eruit. Ja, nou, pijnlijk. Niet meer doen. Hé, hey, uh, over shirts gesproken. Een ander bijzonder verhaal. En ook een ontwikkeling in ons Imperium van de Slimme Presteren podcast. Wij kregen namelijk op een gegeven moment een mail, een paar weken van tevoren, van Bonnet van Zuilen. En Bonnet zei. Goh, leuk dat jullie in de webshop uh, die shirts verkopen. Maar ik wil eigenlijk in mijn eigen shirt lopen. Maar ik wil wel met jullie logo lopen. Mag ik jullie logo zelf op mijn shirt drukken? Ja, <laughs> natuurlijk. Superleuk. Sterker nog, bonnet, ik heb hiervan geleerd. Ik heb een nieuwe knop op de website ah. gemaakt. Waar je gewoon alle vormgeving in alle nodige bestanden kan downloaden. En iedereen die vanaf nu iets leuks wil maken. met of rondom de Slim Presteren Podcast. doe dat vooral. Download die spullen en. Uh, uh, Stuur ons even een foto. Vinden we natuurlijk leuk. Dat is mooi, want uh, ook, ja, je komt toch regelmatig bijvoorbeeld uh, uh, mensen tegen in voetbalshirts en zo niet mee. Ja, Feyenoord, Sparta, ja, ja, Excelsior, ja. Maar op. En nou, zij dus. heeft dus een, uh, een, een singlet met uh, slim steren erop. En daaronder uh, Love, Life, Fight Cancer. Met Etje forever. Ja. Hij ja, kon natuurlijk niet nalaten om even dan te vragen. Ik vind het heel tof dat ik op je shirt of dat wij op je shirt mogen mm -hmm. staan. Maar wie is Edje dan? Ja, en dan voel je hem al. En er liepen natuurlijk ook veel mensen met KWF-shirts KWF, en weet ja. ik veel. Ja. Etje is uh, de echtgenoot van mm. Bonnet, die anderhalf jaar geleden uh, vrij snel aan kanker is overleden. Oh, en ja. uh, ze liep dus uh, met en voor Etje. Prachtig. En dat, daardoor begrijp je denk ik ook iets beter wat haar inzicht en les is die ze met ons wil delen. Hey, nou, zoals beloofd, zou ik ook even reageren uh, op uh, een les, een tip. Uh, et cetera. Ja, een les uh, voor mij uh, tijdens de marathon was voornamelijk inderdaad uh, de voeding. Ik had uh, zeven zakjes met jelletjes uh, bij me en die heb ik netjes uh, elke twintig minuten vanaf 1 uur 15 uh, genomen. Althans, ik vond het wel lastig om uh, de tijd bij te houden, maar uh, voor mij is het redelijk gelukt. Ze waren in ieder geval uh, op aan het einde. En een tip wat mij heel erg heeft geholpen door de hele marathon heen, uh, zijn eigenlijk twee dingen. Ik had uh, supporters staan op verschillende punten en ik wist ook waar ze stonden. Dus ik wist van oké, okay, op 20 kilometer punt, dan uh, staat er iemand. Dus dan zat ik op 18 kilometer al eigenlijk daar een beetje naar uit te kijken. Dus dat was uh, heel erg leuk. En de belangrijkste tip inderdaad genieten. Dus ik had hem... Uh, uh, op mijn vinger geschreven dat ik moest blijven genieten. Dus ik ben uh, met Spider-Man op de foto gegaan. Ik heb het Mario Bros blokje gezien. Uh, alle mensen onderweg. En uh, nou, dat was eigenlijk uh, de mooiste tip: Zonder als je drie, vier, vijf uur aan het lopen bent en uh, dat je eigenlijk uh, er niks van meekrijgt. Nou, dat was het. Doei doei! Ja, net. fantastisch. Mooi, en, uh, ja. Ja. Mensen die meekijken op YouTube hebben gezien... ik heb hem erbij geplakt, dat is verder niet uh, heel belangrijk... maar Bonnet heeft zo genoten... dat ze zelfs onderweg wel... in tegenstelling tot het advies wat ik van Martin Breda kreeg... haar telefoon mee had genomen... allerlei foto's en video's in een mooie compilatiefilm heeft gegooid. Ehm... Um, en uiteindelijk in 3 uur 34 over de finish. Ongeveer, dus dat kan prima. Ja, nee, dat, dat zag gedaan. ik ook mensen onderweg. Inderdaad, die aan het filmen waren. Ja, en ja, en, ja uh, genieten. Dat, ja, ik mooi. hoorde drie haakjes om uh, nog een paar dingen over mijn eigen race te vertellen. Uh, goed eten, zei Bonnet. Uh, tijdens de braindump van mijn herinneringen. Ik was het er bijna alweer vergeten. Maar uh, kwam ik tot het inzicht dat het. verdorie zou ik bijna willen zeggen. mij toch ook weer niet is gelukt om te blijven eten. Ik had uh, om de 20 minuten had ik een eetalarm ja. staan voor zo'n uh, Morton Gel. 3 uh, per uur, 75 gram per uur. Zou moeten kunnen. Uh, aardig getraind. Misschien niet genoeg getraind. Ik weet niet. Dat moeten we evalueren. Dat gaat. De eerste uur. Dat gaat. Anderhalf uur. En toen begon die maal te storen. Die van 1 uur 40 vond ik al snel komen. Dat ik dacht: hè, alweer, alweer. zo'n ding. Ja, ja. Ik had er geen zin in. Toen heb ik mezelf toegestaan. Ik denk, nou, het gaat daar. Uh, je zit dan nog net op Zuid. Uh, en uh, dus dat was rond kilometer 22 is. Daar gaat het even een beetje plat omhoog. Of uh, vals plat omhoog. Ik denk, weet je wat? Hij eten is niet fijn. Ik loop eerst even rustig omhoog. En dan eet ik hem wel in de afdaling. Afdaling is een groot woord, mensen. Dat het iets naar beneden gaat. Nou, oké. Okay. Toen waren we nog niet de hoek om. Bij dat stuk 25, 26 kilometer. Waar jij zou staan. Ja, sorry. Sorry, Gerrit. Pliep, pliep. Begon niet alweer te piepen. Ja, ja. Ik dacht, nou, twee dingen interessant. Blijkbaar vliegen de 20 minuten tegenwoordig ook voorbij. Maar ik, ja, hoezo alweer eten? Ik wil ja. niet. Ging dat uh, ja. uh, dan ook in je kop zitten van, oh jee? Uh... Nou ja, ik voelde het gewoon in mijn buik. Ja. voelde het niet fijn en niet goed. En ik vond het niet lekker. En ik had er geen zin in. Dus ook toen weer besloten. Weet je wat? Ik eet hem wel na de Erasmusbrug. Ah. ja. Uh, toen ging de Erasmusbrug op. Toen voelde ik me opeens een partij slecht. Echt heel slecht. Nou, je hoort dat net ook in het gesprek met Guido. Uh, referie ik eraan. Guido ziet daar dus ook in de waarde. Ja, dat lijf is klaar. En we hadden de afspraak, Guido en ik, niet heigen. Dus ik begon daar en te heigen En ik voelde me slecht. En mentaal dacht ik ook: ja, stoppen. Ja. Nu, eruit. Ga hier linksaf, uh, mijn spullen lagen in een kroeg op de Westblaak. Ga naar je tas. Aankleden naar huis. Nou, <laughs> eerst met die brug weer eens opklimmen. Dan ben je natuurlijk boven. Dan loop je naar beneden. Echt omlaag. Heen, dat is een ja. heel bijzonder moment. Horen we zo magie de Beuze ook over vertellen. Dus ja, dan gaat de moraal <laughs> opeens al, uh, 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 in het hoofd opeens van alles weer goed. Ik moet ook zeggen de kracht van visualisatie. Ik visualiseerde dat ik daar dan die doodstille kroeg zou binnenlopen, waar nog een paar oh, ja. vrijwilligers ja. naar de tv zaten te kijken, die dan vragen: Oh, hoe is het gegaan? Ja, ik ben uitgestapt. Ja, vond ik toch ook niet een heel fijn beeld. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga eerst nog maar even langzamer lopen. Ik ben niet tenslotte voor het feest. Het feest komt er nu aan. Mariniersweg, uh, Boezemstraat. Laat ik daar eerst nog maar eens doorheen. Dan kijken we daarna. Waren je dan ook wat eten toen weer en zo? Je denkt nee, nee, nog niet. Dat oh. moest we natuurlijk eindelijk. Maar ik, nee, <laughs> nee, ik dacht, nee, ik heb ook geen zin in eten. Ik ja. dacht, ik ga nu. In die zin dacht ik. Ik ga even luisteren naar mijn lijf. Ik ga langzaam lopen, even rustig aan bijkomen. Zijn dit allemaal eigenlijk? Want dat jij. Ja, we hebben het natuurlijk de vorige keer gehad over. Uh, ja, scenario's. Hè, die ja. je van tevoren kan schetsen. Met ja. uh, Jens, Jens van Lier. Eigenlijk. Dat ja. je eigenlijk. Hier al over nagedacht nee. van tevoren. What if. Nee. Nee. Ik had gewoon het scenario. Je moet iedere twintig minuten eten. Ja. En niet. Uh, en je wat had er niet het scenario lust? van. Nee, ik moet uh, een stuk rustiger aan gaan doen. Ja, oh, sorry. Die wel. Ja. ja Oké. Okay. Ja, ja. Want toen ik natuurlijk vrijdag besloot, ja. ik ga lopen. besloot, ik ik ga mee met de 3 uur 20 paces. Dat voelde op die vrijdag als een rustig tempo. Maar diverse mensen schreven al op Strava. Eh, onder andere Bianco Witjes ook. En dat weet ik ook wel. Dat is nog steeds ja. natuurlijk echt wel een harde marathon. Maar dat had ik ook van, ja. hoezo 3,20 dan? Waar, wie, ja, dat waarom? voelde rustig op vrijdag. En heb je dat dan met Guido overlegd? Of ja. had je zelf... Nee, in overleg met Guido... En, maar, over scenarios, ik had er wel bedacht, ja, en als me dat te zwaar wordt, ja. ga ik toch lekker nog een minuut per kilometer langzamer, ja, ja. dat maakt me niet uit, ja. dus dat scenario had ik wel. En dat hele maatje. vermogen, had, liep jij nog op vermogen, of was Heel het wel. eigenlijk, oké, okay, wij ja, nou ja. behoren een vermogen erbij. Maar en dat omhoog, hoorde bij ja. dat 3 u ja. ja. Victor Bastiaanse en zijn vrienden die deden dat fantastisch, ja. en die, dat is dat vermogen, dus dat ja. gaat goed. Um, dus langzaam loop het feest door. Toen haalde ik het feest door aan de Boezemstraat. En dan kom ik weer bij de tip van Bonnet. Um, toen had ik het al een tijdje vrij koud. Want wind tegen daar. Toen dacht ik, ik ga er hieruit. Heb ik net ook tegen Guido verteld. Maar toen dacht ik, ja, maar waar moet ik heen? En toen, en daar haak ik op aan wat Bonnet zag. Toen wist ik dat ik vriendjes had staan op hmm. 37,5. Toen kwam weer samen enerzijds die afweging. Nou, als ik doorloop, blijf ik waarschijnlijk warmer. Maar ook een stukje visualisatie dat ik die gasten dan moest appen. Hey, uh, we hebben ook niet gezien. Ja, ja nee, uitgestapt. Ja, ja. denk Ja, dat is ook gênant. Ja. Nou, we staan hier in de middag. Zo'n zo, zo fraai lente weer was ja die Nee, niet. staan en, we hier uh, verdorie ja. uren te wachten. Hè, <laughs> <Komt>. Sommige <laughs> mensen gaan de dekenlon ja. in een koffie drinken. Ja. Maar andere <laughs> mensen staan netjes te wachten. <laughs> ik denk, die kan ik ook niet teleurstellen. Hè, dat is allemaal excessieke motivatie. Ja. Daar hebben we het binnenkort wel over. Maar goed, wat bonnet dus ook zegt. Als je weet waar mensen staan, dan kun je er toch wel echt naartoe lopen. En dan toch een soort van die marathon opknippen in sub-stukjes. Ja. Dus dat helpt dan wel weer. Dus uh, dat herken ik heel erg in het uh, verhaal van uh, Bonnet. Even kijken, Margriet uh, had ik het over, hè? laten we daar maar eens even naartoe gaan. Uh, Margriet de Beus, vriendin van de show, ja. ook in de WhatsApp-groep en ook in het 3.20 Peloton. Hartstikke leuk. Hij uh, is ook nog een kleine anekdote, waarvan ik dacht dat hij ons duur zou komen te staan. Ja, misschien was het ook wel. Jacques Gillis en ik samen in het Startvak. Samen voor 3:20. Uh, degene die de nabeschouwing van vorig jaar hebben geluisterd, vorig jaar gingen we ook samen. Maar op de brug liet ik hem gaan of vlak na de brug. Dit jaar andersom. Hij was te sterk. Mm -hmm. Dus toen ik rustiger ging lopen, ging hij door. Maar wat gebeurde nou in dat startvak? Hij, wij liepen al de hele tijd tegen elkaar. Wat doen we nou? Wat doen we nou? Gaan we nou meteen in dat peloton? Of gaan we net als vorig jaar? De eerste, hè, laten we ze even lopen gaan we daar naartoe. Dat was jullie tactiek inderdaad. Dat was de vorige ja, twee keren tactiek. Ja. ja, laten we dat maar doen. Laten we dat maar doen. Nou, zeg Jacques, ik weet niet of je er zo goed gevoel bij hebt. Want drie uur twintig is voor mij echt al wel een dikke hmm. PR. Misschien moeten we gewoon maar meteen bij Victor beginnen. Ja, maar ja, ik moest gewoon weer pissen. <laughs> dus ik zei, ja, Jacques, maar ik moet toch gewoon even nog een keer pissen. Dus we gaan even pissen. Maar er stond een rij. Ah. Dus wij moesten daar best wel lang <laughs> wachten. Ja. Pats, kanon weg. Gele, staat al aan de stroom? Ik zei: Oh shit. Nou ja, dan kun je niks anders dan gewoon invoegen in de stroom en mee. Brug op, brug over. Ik zei: Kom Sjaak, we gaan er naartoe. Ja, nou wij links inhalen, inhalen. Toen liep ik al over wat gesproken. Oh, ja. 360 wat ja. liepen we de hele tijd, die eerste kilometers. Ik hoorde Sjaak je al een beetje kraken achter. Hij zei: Oeh jongen, dit gaat wel hard. Ik zei: Ja, dit gaat wel hard, maar we zijn er bijna. Op een gegeven moment zei ik: Ja, ik zie ze. Ja, oké, okay, ik zag witte vlaggen. Dus wij daar naartoe, dus dat uh, stuk waar jij stond, maar dan heen, zeg ja. maar richting ja. de kuip. <laughs> Volgende moment zie ik die vlaggen iets beter. Ik zo. Ah, sorry Sjaak. Dit zijn de 3 uur 30 peces. Dan moeten we nog voorbij. <laughs> dus wij daar nog voorbij. En door en door. Uiteindelijk kwamen we op kilometer 3,5. Oh, ja. Denk uh, ik. Kwamen ja. we Victor ja. tegen. Ja. Uh, Victor liep uh, bij de achterste twee 3 uur 20 peces. Nou, goed. Fijn. Ik zei, nou Sjaak, <laughs> we zijn er. Uit de wind zitten. Uitrusten. Uh, en toen uh, bij kilometer 4,5. Daar is het lekker breed. En. Er staat een 3,20-pacer links. Er staat een 23 peeser rechts. Ja. Die peeser rechts zat wat verder naar voren. Dus ik, mentaal vond ik het toch fijner om bij die te lopen. Toch vanuit het doorzakken. Dus ik ging uh, door naar voren. Dus eerst al Victor, natuurlijk. Hé, ga het niet te hard? Ik zei: nee, nee, maar ik ga naar die andere vlaggen. En mijn riep ook: hé, hey, je zou mij toch hazen? Ah, ik zei, ja, nou ja. ja, kom maar uh, lekker ja. in mijn wind zitten. Grote bek had ik, jongen. Ja. Weet, je, weet je wat ik ook ging doen? <laughs> Dat vond ik wel leuk. We kwamen bij kilometer vier. Er staat zo'n streepje botje. Ik juich ik zie, Ja, kilometer vier. Ja. Ik denk, ja, we moeten genieten toch? Daar waren ja. we ervoor. Kilometer vijf, zes, zo. Ik heb al die kilometers lopen vieren. En een grote mond en schreeuwen. Toen was het natuurlijk al het spelletje. Op een gegeven moment hoorde ik al iemand om me heen zeggen. Nou, kijk hoe lang die dat volging uh, gaat houden. Nou, dat, en dat waren heb ik onbekend, het nog... of niet? Ja, ja. daar ja, ja, heb ik ja, nog iets een beetje langer cynisch, uh... Uh... ja, volgehouden. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, het bekwam mij ja. toch rond 18, 19 met uh, dat Toen, ook wel Toen uh, beetje Toen Ja, ja. Um, ja achteraf, heb hier, kun je hier een tip toch uithalen? Of denk je ja, van, of is, ja, zeker. Is, dit is gewoon Gerrit Heiko. Nee joh, en, dit is de tip die ik ook gaf. Ik kwam in de eerste drie, vier kilometer, toen we net bij het peloton kwamen, kwam ik uh, iemand tegen die ons herkende aan de shirts. Ja. En die hier allemaal praten, jongen. Ja, leuk en een um, podcast dit en zo. Ja. En, zus. en nou, heel verhaal. Op een gegeven moment zei ik tegen hem, ik zeg hoor ik nou goed, is dit je eerste marathon? Ja, zegt hij. Ik zei nou, dan zou ik je mond houden, want het kost alleen maar energie dat gepraat. Nou, nee, je toen keek dan. al wat mensen, veel ja. betekent het mij aan en lachen. Maar ik dacht natuurlijk, ja, maar ik loop suboptimaal. Ja. Ik heb ja. over, ja, ik kan doen ja, wat ik wil. Ja. Ja, wel, Jij was, was dus helemaal blij eigenlijk met je nieuwe rol. Hè? Ja, een beetje, de, ja, de beetje entertainer. Uh, in ja, het, uh, ja. Zoals Guido zei, je mag als uh, Van Tevelen gaan lopen. Ja, ik, denk, ja. ik ja. weet ja. nu al de reacties <laughs> op deze aflevering. Ja, disrespect voor de marathon. Ja, ja. dat was het wel een ja. beetje. Nou ja. ja, dat is misschien goed dat, dat uiteindelijk daar toch een, uh, een halt is toegeroepen. Ja, uh, zeker. Dus die halve marathon ging prima. Toen kwam we bij de brug. Margriet vertelt ook over de brug. Hey Gerrit, hier Margriet, Margriet de Beus. Ja, je vraagt één moment, maar er waren zoveel momenten. Maar wat me echt bijblijft is uh, de Erasmusbrug omhoog komen. En dat uit de speakers uh, uh, DJ Paul Elstak, uh, Elstak knalt. En ik wil eigenlijk gewoon gaan dansen. Maar ja, goed, je wilt ook in het loopritme blijven. Maar echt, de beat die dreunde door mijn lijf heen. En ik deed mijn handen in de lucht. Ik had echt, oh, ik, ik het was één groot feest. Dus dat punt. Uh, Erasmusbrug opkomen, wetende van, nou, nou gaat het eigenlijk het moeilijkste, maar ook het mooiste gedeelte nog komen. Echt te gek, wat een dag. En uh, ik hoop dat jij weer een beetje bent hersteld. Tot de volgende. Ja, tof hè. Ze appte dus later ook. Er is een foto van voor de mm. mensen die meekijken op YouTube. Het is die dame in het blauwe shirt met haar handen in de lucht. En we zien ook net nog een schoen en een been van uh, Victor. Met zijn uh, 320 oh, vlak rechts in de foto zie je. Het ziet echt... er wel allemaal zo koud uit en zo. Hè? Want koud gekleed. Het... Ja. ja. En uiteindelijk, want ja, dat is denk ik toch ook wel een puntje. Nou ja, de... ja, jij bent natuurlijk op een gegeven moment, uh, omdat jij wat langzamer bent gaan lopen, ook ja, dat, op Ik afkoeren, heb heel ja. Ja. ja, en dat kwam dus vanaf 18. Dus mijn moeder zei, vanaf jongen, waarom dit? doe je daar niet meer kleren ja. aan? ja. ja. Ja, dat is een les uit de vorige jaren. Vorig jaar had ik al een ondershirt erbij. En eigenlijk ja. altijd te warm gehad. Ja. Ja. Dus ik dacht, nou, uh, ik had natuurlijk twee weken voor de marathon nog een 10-kilometer-wedstrijd gedaan. In de regen, in de kou liep ik vier minuten kilometer. Ja, daar ook weer van. Als je zo hard loopt, ja. komt er zoveel warmte vrij. Ja, dat is ook zo. Uh, ja, uh, als jij dat tempo loopt dan... Ja, uh, dan ja maar als jij dat tempo niet, niet nee, kan vasthouden... Nee, dat ging natuurlijk mis. Dus op het en moment dat ik uh, rustig ging uh, lopen... Ja. en dat ik daar ook vol wind tegen kreeg... Vol ja. wind tegen kreeg. koude wind, 100% luchtvochtigheid... bespreek ik net met Guido... Je zou eigenlijk die vrienden uh, 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 misschien voor de... een andere keer als zoiets weer overkomt, omdat die laatste tien kilometer kan van alles gebeuren, blijkt dan maar weer, ja. dat je moet of gaan wandelen of in ieder geval uh, ja, uh, hun vragen. Neem nog maar een extra... Uh... Iets warms mee. Iets warms mee. Ja. Of uh, duik de decathlon in, zoals ik deed ja, Ik nee. weet dus wel, al mijn afwegingen in die laatste 12 kilometer, die hingen echt samen ja. met warmte. Dus eerst al dat moment in het bos wat ik beschreef. Maar ook later in het bos, liep ik gewoon te fantaseren mm. over... Ja, over die folie, ja. Ik zag ja. natuurlijk wel die dekentjes ja. af en toe. Ik denk, ja. ik wil zo'n foliedekje. Ja. Op een moment ja. fietste er een EHBO naast me. Oh ja. Toen dacht ik, zou ik het vragen? ja. ja. Dan denk ik, ja, maar voor je het weten word ik dan veel te serieus genomen. Ja. We leggen ja, me aan ja. de kant in de brakkar en weet ja. ik veel ik eruit. Ja. Dus ik denk, dat wil ik niet. Op een gegeven moment, op dat stuk bij de schermen, liep ik ook alleen maar omheen te kijken: is hier een metrostation? Ja. Als ik een metrostation zie, <laughs> ik kan is, Bij ja. Slingen, he, dat hele stuk ja. opzij, dan zie je gewoon de stations in de metro. Ja. Ik ja. dacht, als dat hier was geweest, ja. dan had ik erin uh, gezeten. Ja. Maar ja, dat was ook niet. Dus daar, nee, maar doorlopen. ik vond het een lastige dag om je goed te kleden. Zeker. Vond ik al bij die 10 kilometer. Ik had natuurlijk ook buffje. Ja. zijn mensen, is het niet veel te warm? Ja. Uh, ja. Dus op een gegeven moment deed ik buffje uit. En toen oh, vond ik het al koud. Het ja. buffje weer aan. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook nergens sponsen gepakt. Jacques nee. heeft genoten ja. van de sponsen. Hij heeft zich oh, ja? helemaal afgesproken. Ik zei, nee ja. jongen, ik heb één keer gepakt. Even zo'n beetje zweet uit mijn wenkbrauw. Maar ik vond dat water ook zo koud. Dus uh, dat was niet goed. En voor de mensen die het Strava-verhaal niet hebben gelezen. Ja, ik kwam dus bij de finish. Uh, fantaserend over warmte. Uh, uiteindelijk uh, ging ik daar even op het hekje hangen. Uh, meteen naar de finish. En dat heb ik in een vorige aflevering ook al verteld. Dat willen ze eigenlijk niet, hè? want je moet doorlopen. Ja. Want uh, er komen ja. heel veel lopers achter je aan. Dus ik uh, dacht, nou heel even hangen. Toen kwam meteen een EHBO erbij. Ja, gaat het wel? Ik zei, ja, ja gaat wel. Even op het hek hangen. Ja, ik loop zo door. Ja, ja, ga maar even hangen. Toen zei ze: gaat het echt wel? Misschien zag ze het toch wel. heeft ja. namelijk ook nog echt geappt. Gaat het wel? Want die haalde mij in. Die zei, Gaat het niet zo, uh, zag het niet zo goed uit. Volgens mij zag ik ook een foto van jou. Een beetje bleekjes wel draaien. Ja, was het wel een beetje bleekjes. Ja. Ja. Dus uh, ik zo, nou, weet je, ik heb het een beetje koud. Ja. Mag ik zo'n dekentje? Oh, ah, ja. Ja. nou, we hebben meteen weer de arm gepakt. Ja. Hij heeft het koud, riep ze. Ik neem je mee naar de tent. Dus ik die, hey, heb jouw tent ingescuteerd. Ik moet zeggen, op dat moment dacht ik ook. Nou ja, laat Priema, maar. Als ik dat dekentje maar krijgen. Ja, ja, als ik het dekentje <laughs> krijg. Nou, even een stap terug. Waarom vroeg ik nou ook in Bosnië om het dekentje? De volgende keer dat ik een EHBO zag, dacht ik er weer aan. Maar toen lag er weer een gozer op de grond Ach, onder ja. zo'n dekentje. Mm -hmm. En werd de brancard elkaar opgetild. Ja. En ook toen wij de Erasmusbrug afkwamen, 28 kilometer, ja. brandweer met, uh, met zwaailicht, ambulance met zwaailicht. Ik zei nog tegen Sjaak: Sjaak, wat denk je, is dit sfeer mm -hmm. of is hier iets aan de hand? Mm -hmm. Nou, er was dus iets aan de hand. Ja. Later via diezelfde WhatsApp-groep kwamen wij erachter ja. dat Nelke Balde, ook een ja. atleet van Guido, heeft haar race afgebroken. Uh, is daarbij gaan staan. Die persoon geholpen Heeft die en, persoon uh, ja. maar liefst ja. drie keer gereanimeerd ja, voordat uh, de ambulance er was. Ja. En wist ons gelukkig s'avonds ook te melden dat die persoon het overleefd heeft. Ja. En dat die namens nou Ja, dat daar goed schrok doet. ik dan. Daar schrik ik van. Natuurlijk. Ik ook. Ook omdat ik we natuurlijk tegen... in het verleden, uh, we hebben natuurlijk een aflevering aangeweid van hoe gevaarlijk is ja. dan die marathon. En nou ja. Dit is gewoon de realiteit, die, dit soort dingen. Met zulke mensenmassa's, hoeveel? Ja, 14 En zo'n zo inspanning. Ja, dat gebeuren. ja, ja. Uh, helaas, maar dit is wel. Ik heftig. riep nog tegen Sjaak uh, niet ja. kijken, maar ja. ik keek zelf toch en het ging me niet in de kou. het nee. ging in mijn kop zitten hoor. Dat ja. was ook dat moment dat ik ook rustiger ging, maar ook omdat ik, ja, ja maar zo wil ik het parcours. Niet ja, ja af. precies. Ja. Dus daarom ook bij die tent, nou, ik in die tent in, er is geen feest, want daar is het helemaal geen marathonfeest, daar zijn natuurlijk mensen die geholpen moeten worden. Ja. Lekkere was, ik liep de tent in, daar hing een soort warmtegordijn. Dus ik kon alleen maar zo, ik zei, ja, ja, dit. Oh. Toen uh, werd ik overgedragen aan een ander zei, ja, ga je maar even zitten? Dus hop, thermometer in mijn oren. Ah, toen, toen had ik wel even mijn momentje hoor. Op een gegeven moment, zo handen voor mijn ogen toen mm. moest ik Even heel hard, janken. Ik had ook zo'n pijn in mijn bast, jongen. En in mijn buik en overal. Dacht ik nee, ik zal niet vloeken. Maar ja. dat dacht ik wel. Een hele grote vloek. En uh, nou, zei je uh, nog een keer meten, want er ging iets mis. En uh, nou, 34,5, 34, al. 34 Geef die gozer een deken. dacht ja. ik, nou, ja, dat wil ik ook. En je hebt het net ook gevoeld. Ja, ja het, het is super een soort ding. magisch spul. Ja. Zelfs als we het hier in de studio. Als je het tien seconden op je benen houdt, voel je al warmte. Ik zie nog eens een aflevering aan mij. Dus ik de ding omgeslagen. En ik denk binnen een minuut of zo, ja, twee ja, minuten kijk, nog één oh, keer diep ja. uitademen. Ja. En toen stond de kop. Ja. Ik zo, zo, ik ga wat te drinken halen. En die vrouw ook meteen, echt lieve mensen ook in die tent hoor. Die zei: Ja, maar wij hebben hier ook wel wat te drinken. Ik zo: Nee. Ik ga. Ja. Maar, ik wil hier niet zijn. Ja. En ik loop, ja, daar... Zaten veel mensen inderdaad onder zo'n dekentje? Ja, ik wil nou, het nou, ook kijk, niet weten. Ik, achteraf, het, het was een gek weekend, omdat die zaterdag pas het best wel aardig weer. Toen brak ja, het zonnetje was door. Mooi, de, zonnetje, de dag van ja. tevoren. Eh, logisch ja. dat dan mensen gaan vragen: nou, moet je je insmeren of noem maar op. Ja. En de voorspellingen lieten. stukken een waarom? beetje hetzelfde van: nou, ochtends vroeg is het nog bewolkt, maar nou, het kan best. Aan de, ja, als de zon. Doorkomt, ja. nou, dan gaat het. Maar het, het gebeurde niet. Nee, die nee. koude wind, en noem maar op. Ik vond het echt. Uh... Nee, Even voor toch, ik vond dat mensen, ik had me nooit in verdiept. Ik appte dit ook rond. Mensen zeggen nou, nieuwe bijnaam, de Iceman 34,5. <laughs> ja, ja, Drie nee. graden te laag. Ja. Ik heb nog even gegoogeld. Nee, Daar nee. wordt het nog niet gevaarlijk. We je hebt natuurlijk die aflevering ook gehad: van ja. in tegenstelling tot te die kerntemperatuur laten oplopen. Ja, dat is op een gegeven moment wel heel erg link. Maar. Ja. Omlaag, dat kan. Dat je kan je wel wat hebben? Ik volhouden. las ja. uh, vanaf 34 graden, wordt het min of meer gevaarlijker. En hij mat hem in het oor. Hè, hij mat hem in het oor ja. op 34,5. Dus uh, volgens mij valt het allemaal ja. mee. Uh, zo voelde het ook alsof het wel meeviel. Uh, vanaf vier, onder de 34 word je wellicht verward, ja. versuft dingen. En dat waren natuurlijk wel dingen die ik met Guido als rode vlag had afgesproken. Ik vond mezelf nog helder. Nogmaals, mijn afwegingskader was inmiddels wel helemaal. Ja. Op temperatuur geënt. Dus ik was niet helemaal rationeel. Maar, maar ik, ik had niet het idee dat ik versuft of duizelig of wat dan ook was. Ik was vooral blij dat ik er was. Um, en dat is wel, sluit wel mooi aan bij de tip van uh, Nienke. Nienke Kuipersleutjes. Uh, sleutjes. Nien sleut op Instagram. Die was er ook bij. Knijp er blij. Zien we hier een foto? Laten we eens even luisteren. Hey Gerrit, wat ik meeneem van de marathon 2023. Het is een ontzettende mindfuck eigenlijk, die hele. Marathon, je bent de hele tijd geestelijk in, uh, in gevecht met jezelf. En ik heb ook geleerd dat je altijd meer kan uh, dan je denkt. En ik neem dus gewoon mee dat ik uh, geestelijk sterk genoeg ben om dit te volbrengen. En zelfspeak uh, is heel belangrijk. Ja, dus ik nog even appen. Ik zeg zelfspeak. Wat, wat zei je dan tegen jezelf? Als je je god is, je bent bezig met mensen inhalen. Ja, Dan ja. Ik, oh ja, dat herken ik ook wel. Ook in dat bos en ook in mijn laatste uur dat ik het zo zwaar had. Iedere keer als ik iemand echt zag uitstappen of kramp of, of ook wandelen, gaf mij dat wel. Ja, tamaraal. Ja. Ja. En ik ik weet ook nog goed, uh, vanaf 38 kilometer ga je weer terug door de Boezemstraat. Dan zie je natuurlijk mensen de andere kant op gaan. Nou, daar heb ik ook goed naar gekeken. Ik denk, zo, hier hebben pas mensen het zwaar. En die moeten dat hele ja, rondje kralen, ja. het hele beetje kalkens bos nog. Ik denk, ja. nou, het valt allemaal nog wel mee met mij. Ja. Um, dus, uh, ja, dat, uh, en dat sluit ook wel aan bij een tip van Wim uh, Nieuwenhuis. Ik zal een beetje versnellen. Uh, Wim uh, kwam, kwam ik ook tegen in uh, de CPC. Vriend van de show. Goeie loper. Liep, uh, zoals je aan zijn startnummer ziet op YouTube... met een oranje startnummer. Oftewel, de mee aan het Nederlands kampioenschap. En uh, liep daar ook een uh, clubrecord van zijn club Haag Atletiek. En hij schreef... Ik ervoer vanuit de verhalen op Strava en Facebook groepjes. dat eigenlijk iedereen het wel zwaar had na 32 kilometer. Met ook nog eens die gemene schrale Noordenwind. Daar is hij weer, ik, inclusief ikzelf. De neiging is dan om te denken. oh, dat overkomt mij altijd. maar top. Oh, zo schrijft jullie. Maar toplopers hebben daar nooit. oh ja, wel. Overkomt mij altijd, maar toplopers hebben daar nooit last van. met hun enorme inhoud aan wekelijkse kilometers. Ik had zelf het voordeel redelijk vooraan te lopen, waardoor ik op de Boezemstraat, daar is dat stuk dat je elkaar kan zien, ja. het, top het topveld in de holle ogen kon kijken. Ze zaten allemaal stuk. Ergo, oftewel hoe je ook traint, een marathon finish je niet fysiek, maar mentaal. Goedjes, Wim. Ik weet niet of jij hier blij van wordt of nee. niet. Blij je naar volgend jaar? Nee, dit vind ik. Dit wil ik eigenlijk niet lezen, wil ik niet weten. Ik associeer toch nog dit marathon eigenlijk met. En daar gaan mensen mij misschien uitlachen. Met 200 kilometer fietsen bij wijze van hè? Dat heb ik in het verleden gedaan. En ik denk nog steeds dat ik daarvan. Nou ja, dat dat allemaal wel lukt. Ja. Maar ik heb toch het gevoel dat bij een marathon iets anders gaande is. En dan is het inderdaad die, die 32, 33, 34 kilometer. Ja, dan gebeurt het. En daar, daar valt dus niet op de trainer of amper. Ja, we hebben het nou ja, al eerder gehad. Ja, jij hebt... Een jaar geleden hebben we het natuurlijk gehad over een Marathon volgens het boekje. Ja, dat uh, was vaker is heel uh, anders. Ja, dat was een Marathon volgens het plan. Ja, okay. Het kan wel. Ja, het kan... Je kan hem maar temmen. Maar in wel mijn kloppen. tussenstand ja. zes marathons, Gerrit versus de Marathon, is ja. het nu toch 4-2 ja. voor de Marathon. Ja. Vier dat vond verloren. ik ook wel mooi, inderdaad. Zie ik keer verloren. Ja. Ja. Ik denk bij mezelf: ik moet dit, dit is wel een belangrijk onderdeel van. Dus als mensen praten over zo'n 14 kilometer-schema, denk ik, nee, daar, zoiets zou ik nooit op die manier. Nee, daar zou ik me veel te onzeker, uh, uh, onzekerheid geven. Ja. Ja, ik heb een jaar te gaan nog, hè? Ja, dus ja. ik ga echt rustig toewerken naar die halve marathon en inderdaad uh, toch wel uh, zeker na de 30 en de 35 ook maar eens een keer keertje opzoeken, aantikken. Hè? Ja. ja, ja. keer ja. opzoeken. En uh, om dat in ieder geval ervaren te hebben, ik kan me ook, ja goed, uiteindelijk, natuurlijk is mentaal, maar mentaal kan ook heel... Uh, heel mooi of positief zijn. Hè? En uh, juist daar weer kracht uit halen. Op, uh, uh, ja. ja, want dat was mijn wijsheid al in mijn tweede marathon. Het gaat niet om de tijd. Ja. Het gaat om de strijd. Dat is een quote waar ik nog wel eens op quote <laughs> heb. Maar die ik ook te, riep tegen Jan Braam. Die ik wel ja. kennen van de ASM. Uh, Masters of Movement. Ja. Die kwam ik voor de start tegen. Maar die kwam ik ook op 13 kilometer alweer oh, tegen. Okay. En toen ja. zakte die hard naar achter. Ik uh, Jan, hoe gaat het? Ja, niet goed. Last mm. van mijn maag. Allemaal tegen. Toen riep ik dus dit tegeltje tegen hem. Jan, dan gaat het voor jou vandaag niet om de tijd. Het gaat om de strijd. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Je kan uh, voor een PR gaan of je kan voor een basic plan gaan. Maar uiteindelijk kom je wat tegen. Ja. Of in de voorbereiding, ja, ja. zoals ik. Of onderweg. Ja. Zoals ik trouwens ook. Ja. En dan, wat ik wel de lol vind, toen al in die tweede marathon. En toch zondag ook weer. Hoe los je het op? Ja. Los het op. Ja. Zoek een manier ja. Ja. om bij die finish te komen. En, en dat is dan wat je te doen hebt. En dat vond ik ook. Ik geloof ook daarom dat ik nu met veel meer emotie zondag... Ik, heb, ik moest ook weer huilen. Terwijl je hoort mij vorig jaar zeggen. Ja, vorig jaar was ik na de finish, tien minuten na de finish, heb ik mezelf afgestopt. Ja. Denk zo plan volbracht. Ja, het klinkt alsof je het ook niet helemaal kan trainen. Hè? Je kan wel misschien wel een keer 30 kilometer of 35 of. Maar het is toch? Ja, het lijkt dan toch wel iets te zijn waar je denkt. Ja, je moet dat ervaren. Door, ja, nou ja, de, een paar keer een marathon te lopen of zo. En, ja, dan, dat. Uh... en, en wat je wel kan trainen, laat ik zo zeggen, in, ik heb een 35 kilometer. Training gedaan, mm -hmm. waar ik dit gevoel wel tegenkwam. Waar ja. ik wat op te lossen had. Ja. Waar alles schreeuwde: Ik wil niet meer, ik ja, wil niet meer, ik wil niet meer. Ja, Stel dat, hè? Dat ja, jij toch uh, door. Ja, ja, dus dat, daar kun je een beetje mee ja. experimenteren. Ja. Waar, ja. Hoe voelt dat? Wat doe ik dan? Welke mind-dingen helpen mij dan om door te komen? En dat is ook wel mijn belangrijkste inzicht of een belangrijke les voor mij van deze marathon en ook wel onderweg. Want ik dacht op een gegeven moment ook dat visualiseren, ja, ik ben uitgestapt. Mm -hmm. En op een gegeven moment kreeg ik door, ja maar wacht even. Alles op een hoop gooiend, gaat het gewoon om die plak. Er ja. is gewoon weer een zesde marathon gefinished. En toen dacht ik, oh ja, maar het heeft te maken met schalen van tijd. Want dat lijden of die PR missen, of in mijn geval weggaan op 3 uur 20 en in 3 uur 35 finishen. Ja, wacht even. Dus een kwartier ja, heb ja. ik ingeleverd. Of... Een kwartier. Ja, ja? dus. De... Dat is op de schaal van uren. En, en vertaal dit voor iemand die voor een vier- of een vijf-uur-marathon gaat. Gaat dat misschien over half uur of zelfs over een uur? He, je ging voor een marathon van vier uur en je deed er vijf uur over. Ja. ja, tuurlijk heb je, een, een uur, heb je het vreselijk gehad. Maar dat is wel op de schaal van uren. Terwijl dit project ja, is in reis van ja. Ja. maanden. Ja. Ik ben hier in oktober aan begonnen. Jij gaat hier misschien wel nu al aan beginnen. Het zou toch wat zijn dat je al die maanden. Aan het trainen bent. Op weekbasis, een week. Je vrijneemt een dag. Uh, thuis, je familie lastig valt met ja. al die kuren. En dat je dan op de schaal van uren die zondag zou zeggen: ja. Nee, ik maak het niet af. Ja. Wat dacht je nou? Ik bedoel, vijf en een halve marathon bestaat niet, hè? Wanneer ga je hem inhalen? Ga je, ga je, ja, dan ben je ja, weer maanden bezig. Ja, dat bezig. is wel een goede eigenlijk. Want soms denk ik... Jij, jij hebt ook wel gewandeld even zo ja. en zo, Ja, en ik herinner me nog... Weet je nog dat we zeiden... Beginnersfouten bij de marathon, die afslag... Dat ja. had over schaamte en ik hoor daar niet. Dat voelde ik toen ook oprecht. Ja. Ja. Uh, omdat maar toen niet. had ik natuurlijk echt disrespect voor ja. de marathon. Hè? Toen had ik gewoon <laughs> niet getraind. Ja. Dus toen, daar, daar vond ik ook schaamte... Omdat ik ook niet daar die maanden opoffering had ja. gedaan... Nu had ik die maanden wel gedaan. Ja. En nu had ik al allerlei redenen, was ik niet fit om het te lopen. En dacht ik, ja, oké, okay, maar dan maar zo. Ja. ja. Nou ja, omdat je ook het idee hebt, als je gaat wandelen, om daarna weer op gang te komen, is nog is extra heel moeilijk. Moeilijk, noem maar op. Zeker. Maar, uh, ja, misschien moet ik dat soort dingen ook dan maar, maar, maar meenemen. Of noem maar, ja, het, het, ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk om je doel. En, uh, maar ja, goed, uit dit soort verhalen kom ik achter, die marathon is toch wel even anders dan. Heel lang op een fiets zitten of, of schaatsen of noem maar op van die ultra dingen. Uh, nou, we hebben toen al over hadden. Als je heel lang op een fiets zit, ik kan me dat wel herinneren uit een Amstel Gold Tour versie. Had ik ook het laatste uur echt niet meer zoveel ja, zin. Ik, was ik ook leeg. Maar wat je doet, je gaat in een groepje fietsen. Precies, je, en je rolt af en uit de wind nog een en, en uit. Ja, en, precies, en hier ja. moet je toch echt wel zelf ja, lopen. Je kan je benen stilhouden regelmatig. Ja, ja. En dat is gewoon met hardlopen. Is Je kan tempo-wisselingen zijn moeilijk. Hè, je kan ja. Het voelt vaak ook niet goed. Nee, Langzamer nee, moeten nee, gaan lopen. Nee. Dus ik denk dat dat wel eigen is aan, uh, aan deze. Nou, uh, dan nog een stukje inspiratie inspanning. voor die uh, ja. mentale kracht. Een, uh, we kregen op een gegeven moment een video door in onze befaamde Vrienden van de Show WhatsApp-groep. Dat was uh, Rob Bode. En toen ik het verhaal op TV Rijnmond hoorde. Want hij stuurde namelijk een clip van TV Rijnmond. waar hij werd geïnterviewd naar de finish. Is het Rob Rode of Bode? Rob Bode, sorry. Ja, okay. Rob Bode. En uh, toen dacht ik ook. Uh, nou, nu ga ik twijfelen. heb ik nou ja, een typfout op de. Ik denk dat gemaakt? het rode is. Nou. Het is rode, hè? Ja. Het is rode, Rob Rode. Sorry, uh, Rob. Um, toen dacht ik, oh ja, dit heeft hij ofwel eens op Instagram. of via de mail allemaal hmm. aan ja. ons laten weten. Hij Precies. heeft een heel bijzonder ja. verhaal. Ja. En nou, dat is dan ook eventmagie. Uitgerekend Rob. Wordt dan ook door, de, door Rijnmond voor de camera getrokken. En Rob verontschuldigt zich dan dat hij wat emotioneel wordt. Nou, ik vond het mm. alleen maar mooi. En ik had kippenvel over mijn lijf toen ik dit zondag keek. Ik weet niet of je, als je dit nu laat Ik had of het ik zei, ik zei, want ik, ik was thuis en ik zei. Ja, Hé, hey, dat is die man die, ons, die mij hem gemaild heeft ja. toen. Moet eens horen. En toen liet ik dan mijn vrouw zien en zei. Ja, dit is gewoon. Ja, dan is het. Nou ja, inderdaad, kippenvel. Dan nou, maar eens kijken en luisteren. Maar ze zijn ook helemaal kapot gegaan. Absoluut, ja. Vooral vanaf uh, 32 kilometer was het echt uh, voor mij heel zwaar. Onverwacht heel zwaar. Ja. Ik was ook niet helemaal klaar ervoor. Dus dat, uh... Toch gedaan. Ik heb het waargemaakt, waar ja. Ik heb wel uh, met tranen in mijn ogen gelopen. Maar... Het is gelukkig. Leg het maar uit. Ja, mijn vrouw is niet tegemoet ziek geworden twee jaar geleden. Die heeft in een korte tijd bij een nieren verloren. En uh, ik heb twee jaar geleden gezegd... Ik loop de eerste marathon, dat dus vorig jaar, met twee nieren. En mijn tweede marathon, dit jaar, met één nier. En ik heb in december een jaar verstaan naar haar. Dat is gelukt. En ik ben in uh, januari doorgegaan om met trainen. Ja, en eigenlijk was het gewoon een tekortdag, maar het is gelukt en zij maakt het goed. Ik ben nu kapot, maar het is goed zo. En nu gewoon bijkomen. Het is, ja, langer 2,5 jaar geweest. En wat eigenlijk bijna mensen weten, Ja, die dierpatiënten met dialyse doen elke week drie keer per week in de marathon een uh, dialeet is zo zwaar, met name de vier uur daarna, dat eigenlijk wel bekend is in, de, in het wereldje van de patiënten, dat die mensen gewoon drie, vier keer per, per week meer marathon. En ja, ik heb maar één keer gedaan nu in, in het jaar, dus dat is... En deze kracht heeft jou er doorheen geholpen? Ja, absoluut. En je ik ben heel bedoeling. blij om te horen dat het goed gaat met je vrouw, ja. dat jij het gered ja. hebt, ondanks de... Ja, eigenlijk dat het... Dat het idioot was, dat je het ging proberen, ja. terwijl je drie maanden terug ja. nog maar een nier hebt afgestaan. Een eentje voor jou. En eentje voor je vrouw. Kijk, en dan ga ik heel erg ruzie krijgen. Interesseert me niks. Eentje voor je vrouw. En eentje voor de niertjes. Okay. Vind je niet? Ja, dankjewel. Succes. Tot ja, ja, ja. okay. kijk. Ja. Prachtig. Moet zeggen dat ik het nu een paar dagen later nog steeds prachtig vind. Ja. En uh, wat ik hier inderdaad wat ik hier ook in hoor, wat me heeft geholpen op, denk ik, in dat inzicht, is: in, wat is nou de schaal van tijd? Hmm. Hè, wat loop je nou te lijden in dat laatste uur van de marathon, of voor sommige mensen misschien anderhalf uur. Nou, prima, ja. zelfgekozen pijn. Ja. Uh, jij bent hier aan begonnen, je wilde dit. Ik praat nu even tegen van Tevelen over een yeah. jaar. Van ja. Tevelen, jij wilde dit. Uh, dus nu ook gewoon doorstappen naar die finish. Want ja, dat maakt het ook natuurlijk een mooie, een mooie plak. Hè? En, en uiteindelijk. Uiteindelijk heb je gewoon de marathon dan ja. volbracht. En of dat laatste uur nou een verval had van 80%. Ja, ja, tuurlijk. Het zou mooi zijn als je kan temmen, dat heb ik nu ook twee keer ervaren ja. als je de baas ja. bent van de marathon. Maar dat, is, ja, maar dat ja. hoeft niet. Dat, uh, ja, het kan. Ja, het Iedereen doet het op zijn, op zijn zeggen, manier. Ja. De tijd, een mooie tijd is ja. leuk, maar een ja. mooie strijd is net zo ja. leuk, toch? Ja. Dat geeft leuk. Dat geeft een verhaal. Ja. Ja. Prachtig. Over mooie tijden spreken. Ik ga nog twee uh, luisteraars uh, of vrienden van de show eruit lichten. En dan uh, gaan we ook langzaam uh, naar een punt in deze aflevering. En dat zijn, uh, nou, dat is Menno, maar op de foto zien we ook Jesse. Menno van Bohemen en uh, Jesse van der Graaf, de Gaaf. Uh, twee mannen uit houten die uh, de afgelopen maanden steeds meer uh, dichterbij zijn gekomen. Met hun samen de CPC uh, gelopen, vrienden van de show. En Menno is ook de man die die prachtige uh, Google Drive ja. heeft gemaakt voor de supporters. Ja. Als je deze aflevering later hoort of je gaat supporteren, geweldig. Kun je je tijd invullen van degene die je volgt. En dan kun je precies zien wanneer je hem maar kan zien. Um, Menno heeft uh, maar liefst, hè, die appte als mijn grootste les was. Ik heb uh, afgelopen uh, winter enorme progressie geboekt. En ik wist maar liefst 59 minuten en 26 seconden van mijn PR af te lopen. Te gek. Ja. Ik denk, Menno gefeliciteerd. Wat is dat nou voor les? Dus ik zei, ja, hoe dan? Wat heb je anders gedaan? Hij zei: Ja, ik weet niet. Eén, uh, het leest een beetje alsof Menno, net als ik, een beetje on, onaangeboren talent is. Zeg, mijn eerste ja. marathon Rotterdam was in 2021 in 4 uur 19. Vervolgens, half jaar later, 3 uur 52, al in Rotterdam, hier uh, onder de 4. Eindhoven nog een keer gedaan, 4-0-7. En Rotterdam uh, dit jaar dus in 2 uur 52 Zo, minuten. Ja, is... Dikke sub 3. Ja, ja. Uh, hij heeft veel plezier gehad van de, de stride en met name ja. de voorspellingen die stride doet. Omdat hij zegt, ja, die geeft je dan dingen waar je denkt, nou, dat kan ik toch nooit. Ga het maar proberen. En hij kon het. Ik weet dat uh, Menno en ik dit gesprek ook voor de CPC nog hebben gehad. Hij zei, ja, Strijd zegt dat ik dit kan. Nou, ja, ja, ja. Ga het proberen dan. Ja. ja, bleek hij ook fantastisch hard te lopen. Dus uh, Jeetje, en, Daar zit nog wel wat in het vat misschien, als hij het zou uh, Naast ambiëren. hem staat een hele blije Jess van de Graaf. Die liep zijn eerste. Hmm. Die kwam ik vrijdag op de expo nog tegen. Ook lekker alle zenuwen. En die heeft het ook fantastisch gedaan. Een hartstikke scherpe tijd. En om een uh, shout-out naar die mannen. Dan kom ik terug op het thema van deze aflevering en deze marathon. Samen. Samen met vrienden van de show. Samen sporten doen we ook bij de Uilertorenloop. Uh, daar komen ook steeds meer vrienden van de show. Vijf, uh, tien of vijftien kilometer hier in Leersum. Op zaterdag 3 juni. Als je het nog niet gedaan hebt, schrijf je in. En bij de inschrijving wordt je gevraagd om een kortingscode. Als je slimmer podcast invult, alles kleine letters. Dan krijg je ook nog 2,50 euro korting. Dus ik wilde natuurlijk Jesse en Menno daar ook bij hebben. Uh, maar ja, die zei ja, maar wij hebben die avond een loopje in houten hier. Wij gaan lopen in houten met onze vrienden. Zo, Gikserend zeer en sek. Je mag ook komen helpen. Wat denk je? Ik denk dat je. En ja? Jesse, komen helpen. Ah. Dus ook een oproep aan alle vrienden van de show die zeggen. Nou, ik kan die dag niet lopen of ik wil die dag niet lopen? Je mag ook helpen. Parcours beveiligen, startbewijzen, uitdelen, uh, drankpost. Alle handjes maken lichtwerk. Dan maken we er echt samen een sportfeest van. Zaterdag 3 juni is dat. Kijk op uilentorenloop.nl voor meer info. En dan kom ik bij het laatste bericht wat ik nog even mee wil nemen in deze podcast. Dat is van Jerry Cornelissen. Jerry komen we tegen rondom de Zevenheuvelenloop afgelopen jaar met een hoop vrienden. Bianca Witjes zie je al. En Rob Dominicus liep ja. ook de marathon. Nog een aantal mannen die ik nu even niet uit mijn hoofd weet. Nou, maar ik ben Jerry ook volgens mij in Nijmegen tegengekomen bij de match. Ja, uh, oh ja, en, en, uh, bij de triathlon. Ja, triathlon ja, ja, toen. Ja. En al eerder, volgens mij, bij onze, onze triathlon. Was hij spontaan in een buurt aan trindlon. het fietsen? Ja, en zeker. toen uh, moest hij het parcours over. En dan zei hij: Volgens mij ik herken je stem, want ik stond daarnaast gewoon mensen aan te moedigen of zo. Ja, nou, nou even ja, een ik ben het. Ja, ik ben het, Jerry. Dus Jerry schreef ons gisteren op Instagram: slimme podcast zijn we daar. In een DM'tje. Alles wat ik in jullie podcast aflevering heb gehoord, bleek waar. Fantastische atmosfeer en echt super om daardoor die menigte te lopen. En het Kralingse bos met een lachende smiley. <laughs> het liep super tot kilometer 32. En daarna was het bijten tot de finish. Maar ik ben super trots op mijn 3 uur 29,45. Oftewel, sub 3 uur 30 voor Jerry. Ik ging voor onder de 3 30 en dat is ook gelijk gelukt bij mijn eerste marathon. Ik wil jullie bedanken voor de lessen en de inspiratie die ik heb geleerd in aanloop van deze marathon toe. Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik nooit een marathon zou lopen. Maar jullie hebben het vlammetje aangewakkerd. En mijn beste maat heeft me overtuigd door zichzelf maar in te schrijven. En tja, daar kan ik niet meer terug, hè? Maar echt, uit de grond van mijn hart, bedankt voor jullie podcast. Zonder alle tips, wijsheden en lessen had ik vandaag zeker niet deze tijd gelopen. Dus ga zo door en bedankt nogmaals. Nou, Jerry, dank je wel voor deze prachtige woorden. Vergelijkbare woorden kregen we van Corné. Toch ook even een uh, uh, shout-out naar Corné de Vrel. Hij liep zelf niet de marathon. Hij deed de Amsterdam Gold op zaterdag. Ja. Maar zat ook in de WhatsApp-groep. Want ging langs het parcours staan. Maakte mooie video's van zoveel mogelijk vrienden van de show. En uh, heeft in het voortraject nog geprobeerd... om een mooie meet-up voor ons uh, te regelen. Waar we konden, uh, konden samenkomen van tevoren. Hebben we niet gedaan. Maar Corné, dank je wel voor jouw betrokkenheid en jouw hulp. Ja, en dit dus, Jurgen. Ja, zeker. Maar ik heb... Hè... Ik wil dan toch volgens mij, ja, Bianco zal niet gereageerd hebben. Maar ik meen op straat. Ja, die heeft ook gelopen dat hij ja, wel uitgestapt oh, is. namelijk niet? met ah. knieklachten of zo. Oh op, shit. Uh, ja, nou ja. Dus die gaat logisch. volgend jaar nog een keer ja, mee. Waarschijnlijk met jou, wel, ja. ja, ja, ja. Hopelijk. Ja, uiteindelijk zijn het allemaal. Uh, en ik kijk ook naar jou, hierbij zit. Ja, toch wel. Uh, ja, mensen oh ja, die, 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 die uh, uitermate tevreden en, en trots uh, terugkijken op. Dus ik denk, ja, dat is toch wel een dingetje om uh, te gaan doen, ja. Leuk. Ja, ik, heb leuk. Ook, ik krijg er wel zin in eigenlijk. Je krijgt er zin in, hè? Ja. 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 Nee, ja, dankjewel. Het is een mooi avontuur en uh, we gaan door, toch? Ja, dus ja. jij volgend jaar ook, maar, maar misschien, misschien niet in Rotterdam. Rotterdam hè? Nee. nee, wat ik ja. eerder al zei, mijn nieuwe idee is, ik wil een bingo kaart met alle marathons van Nederland ja. en uh, ik wil me lekker en, uh, andere marathons ja. ontdekken. Want dat heb ik dan, als ik dan toch een les, denk ik, ja, als ik me zo zou voelen als jou de laatste week, zou ik denk ik toch uh, denken... Ja, niet starten. Nee, niet starten, nee. Dan nee. zou ik liever toch het gevoel hebben. Ik krijg ook de vraag, heb je spijt dat je gestart ja. bent? Uh, nee. Omdat wat ik ook wel voelde, ja, ik was ziek. Ik heb met Guido, die ook arts is, overlegd, is dit gevaarlijk? We ja. hebben duidelijke rode vlaggen afgesproken. En ik heb natuurlijk wel, wacht even... Ik ben ook knijterfit. Zei ik net ook tegen Guido. Met een, een CPC in 90, onder de 90 ja, minuten ja. met een 10 kilometer onder de 40. Dus ik dacht ja, nou ja, en volgens mij stond maar. jij maandag gewoon uh, weer te springen. En, ja, niet normaal uh, joh, met die ja, benen. Ja. Niet normaal, wat ja. er aan die benen, wat, uh, maar ja, wat Guido al zei. Veel volume ja. en uh, belastbaar. Ik ben lekker belastbaar. Nou ja, en de ervaring is dat, er, hoewel het 2-4 is in het voordeel van de marathon. Ja. Ja, dat je toch ook iets hebt. Ach, het, ook als ik dus uh, bergen af, uh, uh, afwaarts ga en ik uh, het zelfs in mijn hoofd krijg: van... ik wil stoppen, waar is het dichtst bij zijn in het metrostation? Je toch die knop uiteindelijk om kan zetten. En uh, ja, ja, ik denk dat jouw mentale kracht, uh, ja. Uh, Heel sterk is, in ieder geval ook voor dit soort momenten. Een harde kop, ja. Waardoor je dus uh, ja, dat weer meeneemt voor al die volgende marathons die jij zult zeker, gaan lopen. Zeker. En waar jij, denk ik, misschien wel vaker wat tegenslag mee te maken hebt. Ja, maar dat, dat uh, is het ook. En ik vind het, ik vind het avontuur gewoon ja. fantastisch. Hè? Ja. En ik heb in een eerdere aflevering die quote al aangehaald. Het is een, een eretocht van alle maanden training. Ja. Dat is wel belangrijk, denk ik. Dat je dat, dat je dat proces leuk vindt, ongeacht wat de uitkomst is. Dat heb ik hier ook altijd... Ook wel gevoeld de afgelopen zes maanden in het proces naar Guido. En die tweede, die deelde ik nog in de WhatsApp groep ook. Er is ook zo'n Facebook post met uh, hoe lang doet een gemiddelde persoon over oh, een marathon. Ja, 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 we, ja, goed, ja. een gemiddelde persoon doet Steek. geen marathon. Ja, dus het sappig. feit dat je het ja. doet, dat je het aangaat, dat je gaat starten, dat maakt ja. natuurlijk al bijzonder. En dat is ook denk ik wel ook die denkstap. Op een gegeven moment denk ik, ja, wacht even. Uiteindelijk telt gewoon dat je gewoon zes fucking marathons ja. hebt gedaan. Ja. Hè? Boeien. Ja. Boeien dat dat laatste uur niet ging zoals gepland. Ja, maar ik ben Ja, ik zat te denken. Want je gaat ook nog een halve triathlon doen. Ja, Maar volgens vorm. mij kijk je daar heel anders dan tegenaan, of niet? Van, het is toch. Nee, iets... ik heb de naïeve gedachte. Ja. Dat dat op een of ja, andere ja. manier minder zwaar ja. is. Nee, ja, Dat gevoel waarom. heb ik namelijk ook. Als, ik, als we er zo over praten: want, oh ja, ja die ga ik nou, daar ga ik me nu op focussen. Ja, of zo, maar ja. Die Misschien is al uh, best wel snel natuurlijk. Ja, relatief. 26. Juni zeg, ik uit ja. mijn hoofd in ieder geval derde weekend van juni in Zwolle. Ja, ja, oh ja, ja. dat moet je ook nog even gaan doen dan. Uh, ja. Maar ja, maar dat komt dus. Ja, nogmaals, misschien ga ik daar weer veel te naar in, omdat ik daar vorig jaar was, ook met een, een zeer slechte voorgaande week ervan. helemaal niet uitgerust, helemaal niet fit, en dat ik daar wel een soort van de Jacomina Diesel voelde. Ja. Ja. Dat ik denk, ja, dat is toch weer nog rustiger. Is nog meer dieselen. Ja, ja, maar... ja op die manier dat je wat je. Ja, je bent dan hoeveel uren onderweg waarschijnlijk? Geen uh, idee nog. Nee, dat weet ik niet. Ander, Gaan we dan wel zien. Uh, ander soort in het leuke daar, ja. weer, wat ik daar weer leuk vind, dat is weer mijn eerste. Ja. En dat zei ik ook tegen iedereen die de eerste marathon ging doen. Uh, Juriaan en Jesse en Michel en al die mensen. Ja, weet je, de eerste is sowieso een PR. En, en uh, weet je, wat? Ervan, ja. dan is het natuurlijk echt uitlopen of, of in dit geval van die triathlon finishen het doel. Nou, dus laten we ja. wel eens over tijden hebben. Ik kan nog altijd zeggen: dat het laatste stuk heb ik inmiddels gelopen. Dus ik kan vervolgens <laughs> ja, daar... Je parcours verkennen. Ja, precies. Ja. Nou, het lijkt me leuk om jou te gevolgen op uh, reis na daar naartoe. Als uh, ik vragen heb of uh, ja. twijfels, dan uh, weet ik je uh, dan te vinden. Dan gaan erin, we dat he? hier bespreken ja. en dan hangen we daar een aflevering aan op. Als die, uh, als die vroeg maar niet komt van, uh, met zijn vermogensmeter die ik om moet gaan doen. Nou, nee, precies. Ja, ja. dus uh, nieuwe aflevering. Er komen een paar mooie afleveringen aan. Volgende week gaan we het helemaal niet hebben over hardlopen. Gaan we het hebben over onze bijeenkomst. Van de Masters of Movement bij de ASM horen we Vern Cambetta, internationale ja. topcoach. Horen we René uh, Winter, Wormhout. Wormhout over uh, wat hij doet met het Nederlands elftal als kracht- en conditiecoach. En ben ik ook eens met Gregory Sedok wat gaan reflecteren op zijn hordenloop uh, Dus dat is een leuke aflevering. We gaan het uh, zeer binnenkort weer meer over wielrennen hebben. Onder andere zit er dans in jouw cadans. Like. Wetenschap over kadantstraining. Ja, um, en we gaan het hebben over motivatie. Inter interzieke, extrasieke motivatie. Mooi, aansluiten ja, op deze ja, aflevering. Ja. Met Gerben Bakker uh, uit Delft. Dus uh, mooie aflevering uh, in de pijplijn. Komt nog een sportlab aan. En we gaan natuurlijk weer live. 11 mei gaan we naar Doetinchem. Slimmer Presteren podcast on tour. Gaan we sportmythes doorprikken in het uh, Café Parijs is nog ver. Ja en uh, dat is openbaar en toegankelijk voor iedereen, dus uh, volg uh, even de link via de nieuwsbrief, de wekelijkse nieuwsbrief, de ja. socials. Uh, voor ja, wielrenners, hardlopers, alles duursporters. Ja, gewoon duursporters. onze community, iedereen nou ja, ja. in het uh, mag ik dan zeggen oosten van Nederland, ja. Toch? ja. Hele brede strook. Uh, woon je in de buurt van de Duitse, Duitse grens of heb je zin om een stukje te rijden? Kom naar Doetegum op 11 mei. Duitsers, Duitsers ook welkom, toch? Ja, we spreken keihard nooit <laughs> uh, in die podcast. Hè? We reden geen Duits. Anyway, als je nou zegt. Ja, maar social media, hoezo dan? Waar uh, kan ik dat dan vinden? Zal ik je uitleggen? We zijn de Slimmer Podcast op Twitter en op Instagram. Daar maken we van iedere aflevering een post. Die kan je dan een hartje geven. Die kan je liken. Daar kan je op reageren. En ga ons vooral even volgen op die kanalen. En tegenwoordig ook op LinkedIn. De Slimmer Presteren Podcast. Met iedere week een slimmer tip om slimmer te presteren op je werk. Leuke studie erbij. Link naar een oude aflevering. En ook op vrijdag de aflevering van die week. En ik had het over een nieuwsbrief. Nou, als je daarop wil abonneren, zou ik altijd doen, want dan weet je hoe je bijvoorbeeld een gratis uh, shirt kan bemachtigen of uh, waar wij aan de start gaan verschijnen en ook waar de aflevering die week over gaat. Ga dan naar www.slimmerpodcast.nl. Dat is onze website. Daar vind je al die afleveringen met een eigen pagina, maar dan krijg je ook zo'n pop-up van meld je nu aan voor de nieuwsbrief, of dat kan ook via de contactpagina. Stuur deze aflevering door naar vrienden die ook de marathon hebben gelopen. Of als jij nou in deze aflevering zit, als een van de vrienden of vriendinnen van de show, stuur hem door naar al je vrienden en familie. Pak de link op op www.slimmerpodcast.nl. Of ga naar. Uh, je kan ons mailen. Via @slimmerpodcast.nl met al jouw vragen, suggesties, anekdotes, tips voor Jurgen op weg naar zijn marathon. En wat niet al zei, suggesties voor toekomstige afleveringen. Jouw ervaringen vind het allemaal leuk. Zeg altijd een veilig even bij. We lezen het altijd meteen. kan soms even duren voordat we tijd vinden om even netjes te antwoorden. Maar, uh, ja, maar komt als die, terug. die tips nu komen, dan ga ik me daar natuurlijk uh, dan, uh, meteen op reageren. Ja, ja, dus. ja. Goed, dat was hem. Rotterdam Marathon 2023. De nabeschouwing. Ja. Het is weer een heel, uh, hele lengte geworden. Waarschijnlijk twee, drie autoritjes voor jou die nu luistert. Misschien wel een uh, paar uh, duurlooptrainingen. Lekker fietsstokje. Eh, misschien wel een marathon. Oh. Nou, nou. Zo lang <laughs> is hij niet geworden. Nee. Dank voor het luisteren. Fijn dat je erbij bent. En als je zegt: hey, Ik wil ook vriend van de show worden, ga naar vriendvandheshow.nl/slash slimmerpodcast. Doneer één kop koffie in de maand. Het liefst in één keer voor het hele jaar. Dan zit je ook in die Strava Club. Dan zit je in de WhatsApp-club uh, groepen als je wil. Dan hoor je er helemaal bij. Toch? Ja. Jurgen, dankjewel. Tot, tot volgende week. Tot volgende week. Oi.